with humility and restraint that I approach this blank canvas. After careful preparation, I began work, painting over the darkness. After eons passed, I sketched out the realms. After eons more, I brushed them in with life. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Het is een heugelijke dag. Oh, de Summer of Dreams. Summer of Dreams. Vandaag commandeer ik voor het eerst mijn eigen sterrenschip. Ja, ik mag lekker gaan airsoften. En dat volledig in het teken van Rainbow Six Siege. Jelle, dit is de dag waarop dromen uitkomen. Ik ga voorin. Het is Twister. Kijk boven. Het dak is eraf. Zie ik eruit als iemand die in een rij staat. Je gaat veel sneller. Einfach schwimmen. Ik wil heel graag nat worden van Dora. Waarom hebben ze geen stoofvlees hier? Ik begin nu oprecht. Spijt te krijgen. Fiets stoofvlees, jongen. Ik is hier in de gift shop van de fucking Batterway. Wat is dit nou weer? Een holodex in mijn leden, boy. Skate op dit boring as fuck, gewoon. Je hangt ook echt. Wat? Geen bier? Krijg je nu pas paniek? Had je even vooruit moeten denken? Ze willen gewoon niet dat we gezonde levensstijlen hanteren. Get that on camera, motherfucker. Jawel, welkom bij de Mortal Kombat 1, MK1 livestream mini toernooi. Waarin je zieltjes gaat zien crumbelen nu, zometeen. Want we zitten hier met iemand die graag fighting games speelt, vooral in het verleden. Ik wou zeggen, heel erg in het verleden. Ja, nee, ik heb jou Japanse mensen die in de arcade, de Japanse arcades kwamen, heb ik je zien woepen. Je hebt Japanse mensen ingemaakt. Ja, maar dat zegt niet zoveel.
Het gaat erom een beetje, als iemand meer speelt dan ik, dan... Ja, fair. Ik ben ook volledig... Ik heb je ass ook gewoept zien worden door Shelly, ten eerste. Ja, maar in een game die ik nog niet heb gespeeld. Door een blinde gast. ja? Shelly was Tekken. En Tekken is net zoals Mortal Kombat voor mij. Die heb ik nog langer gespeeld. Tekken heb ik tot en met deel 3 gespeeld. Mortal Kombat tot deel 2. En die blinde gast is natuurlijk wel een e-sport gamer. En ik heb de eerste match die tegen hem gewonnen. Ja. Sven. Ja, Blind Warrior Sven. Ja. Dat is gewoon een pro-gamer. Super knap wat hij doet. Ja, zeker wel. Ja. Dus ik heb Mortal Kombat echt na deel 2 eigenlijk nooit meer echt gespeeld. Dus ik bedoel, ik heb het iedere keer lang zien komen. En volgens mij, ik weet niet eens welke het is geweest. We hebben er hier... Nog wel een 7 keer. Of 8. En ja, nog een keer wat. Ik ben er nooit ingedoken. Ik heb sowieso eigenlijk al sinds Street Fighter 4 niet meer echt serieus een fighting game gespeeld. En zelfs serieus betekent bij mij dan dat ik hem 1-2 maanden speel. Ja, maar. Nee, maar kijk, weet je, de gasten die echt goed zijn, weet je, die spelen Street Fighter 4 totdat 5 uitkomt. Ja. En dan ben je een tournament player en dan zit je op een ander niveau. Maar ik hou van het genre. Ik vind het te gek. En, same. Ja. Andere genres hebben het bij mij hebben plaatsgemaakt. Of eigenlijk niet plaatsgemaakt. Dit heeft plaatsgemaakt voor heel veel andere genres. Maar vroeger met mijn broertje op de SNES. Maar vroeger was couch gaming gewoon een ding, man. Ja, en precies dat. Er is bijna niks vetters dan of een voetbalgame of een fighting game. Maar die couch games, die werken zo goed. Ja, en ik en mijn broertje hebben altijd al soort van... sinds dat we 6 zijn, kijken we naar Bruce Lee stuff. Dus weet je, dit was je van het doen. Ik alleen al de muziek van die originele Mortal Kombat, man. Op Super Nintendo. Oh, ja, vet. Jesus. Ja, maar Mortal Kombat kwam ook uit in de Street Fighter 2 tijd. Ja. En het zag heel anders uit. Was zo compleet anders. Ja. En het was even gewoon een lekkere, brute, gory... met die digitized graphics. Ja, wat al. Tof. Weet je, de eerste die dat deed was die Pit Fighter. Zo'n oude game met 3 characters. Ja, toen kwam Mortal Kombat gewoon in de Street Fighter-stijl... met die moves, de fatalities. Dat was echt gewoon een fenomeen, overduidelijk. Want, het is er nog steeds. Ja, we zijn weer full circle. We zijn weer terug bij deel 1. Ja. Ik vind het niet cool dat ze het Mortal Kombat 1 noemen. Ja, ik wel. Noem het dan gewoon Mortal Kombat. Ja, maar het is geen 1. Nee. Kijk naar wat er allemaal in zit. Dit is geen Mortal Kombat 1. Nee. One dan, als in... ja. Dat is één. In volksmond ook wel één genoemd. Break it to you. Ja, maar ik bedoel meer van... Het is een modenaam ook. One Drive, weet ik veel. Weet je, een soort van niks is één. Maar... Nee, dit is een één. Dit is een overduidelijk een één. Maar het is gewoon een nieuwe Mortal Kombat. Ik snap niet waarom het één moet zijn. Want het is helemaal niet een remake van alleen de oude game. Battlefield 1 deed dat ook, weet je. Dus als in het is een fashion thing. En helemaal in games. Nou, Battlefield 1 ging het voornamelijk dan... Het speelt zich af voor 1942 en het is inderdaad Wereldoorlog 1. Dus daar komen we er wel mee weg dat Battlefield 1 heet. Zoals... Maar ja, dan wordt het ineens Battlefield 5 daarna weer. Dat sloeg helemaal nergens op. Zoals Nimbic zegt, One betekent het nieuwe tegenwoordig. Het nieuwe. Ja, maar het heet niet One. Het is 1. Het is One. We hebben een perfect systeem met cijfers. Het een volgt het andere cijfer op. Moeilijk is het niet. Ja, maar we geven als gamer natuurlijk ook al heel veel kritiek op het zoveelste deel in. Nou, misschien niet per se, fighters, niet maar... als het goed is. Nee, ver, ook zo. Maar wat gaan we doen vandaag? Nu we ons volledig aan het indichten of indekken zijn met excuses. Ja. Hebben jullie wat met Mortal Kombat als serie recentelijk gehad? Recentelijk niet. Zoveel. Ik denk inderdaad precies wat jij zegt. We hebben in GameKings geschiedenis... Kijk die achtergrond. Wat ik weet inderdaad dat we met 7 of 8 nog wat dingen hebben gedaan. Ook een toernooitje of... Kijk, er is wel de Johnny Cage. Dat is jouw guy, hè? Ja, misschien pak ik die zo wel, denk ik. Ik ga het zeggen, is one of my guys. Hè? Want dat is het ding. We hebben hier natuurlijk een item over gemaakt. Onze top 5 favoriete fighters uit MK. Steve, wat zijn jou? Heb jij wat favorieten? Ja, wat ik al zei. Ik ben echt Mortal Kombat 1 en 2 geweest destijds. En mijn favoriet was toch altijd wel Sub-Zero. Omdat dat... Wat wil je daarmee zeggen?
Wie is cooler, Sub-Zero of Scorpion? Nou, voor mij Sub-Zero. Yes, hè? Mensen met smaak. Had ik maar bij jou, met jou in dat item gedaan. Want ik heb dus de number one position afgegeven aan Scorpion. Omdat die get over here zei. Om heel eerlijk te zijn, hij zei meteen... Oh ja, nee, fair enough, man. Ja, nee, snap fair ik. Enough. Maar ik vind ijs cooler dan vuur. Dat zei ik precies ook. En, helemaal niet gezegd. Al die dingen heb ik gezien. Je luistert misschien niet naar me. Helemaal niet gezegd. Ik heb die shit precies gezegd. Iedereen die dit item heeft gekeken... dit heeft hij jij gezegd. Jij denkt altijd dat je dingen hebt gezegd. Nee, jij vergeet altijd dingen. Jij hebt zoiets van, nou, whatever, dat heb je niet gezegd. Of wel juist, en dan heb je het niet gezegd. Nee, je hebt het niet gezegd. Maar, omdat het ook dus in Street Fighter 2 tijdperk was... Ik was gewoon op zoek naar een Hadouken. Dus, dat had hij wel. Ja. Dus dat was voor mij Sub-Zero. En puur omdat, weet je, Big Trouble in Little China, weet je, Raiden. Ja, fair. Dat was gewoon heel, heel simpel. Dat vond ik altijd hele toffe characters. Maar er zitten wel door de serie heen, ik bedoel, Kung Lao vind ik heel cool. Ja, die zei ik ook. En ik zat te kijken naar de nieuwe characters. Ik had even een filmpje gecheckt. Gewoon intro van alle personages. En er zitten wel echt om... Hoe heet die Kratos-achtige? Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar je hebt volgens mij is hij al wat meerdere delen. Maar hij is wit corpse paint bijna heeft hij. Het ziet eruit als een soort van Kratos meets black metal-achtige dude. En Koos, wil je even lezen wat Soresu zegt, alsjeblieft? Soresu, die heeft een hekel aan mij. Dat is mijn aardsvijand. Echt, ik heb aan niemand zo'n enorme hekel dan aan Soresu. Nou, en dat is compleet... Is dit hoe je met de community omgaat? Zeker. Okay. Dat is compleet wederzijds. Dus Soresu, zak lekker in de stront. Romero zegt maar, als Quan Chi was het. Maar Jelle is kennelijk meer een ijspapi, dus... Ik ben een ijspapi. Dat heb ik gezegd toen waarschijnlijk. Op die manier zelfs, inderdaad. Ik ben een ijspapi. En blauw is vetter dan geel. Anyways, hou je aan back, man. Echt niet. Wat? Zwart en geel is infinitely cooler dan zwart en blauw. Ja, maar blauw is gewoon vettere kleur in general dan geel. Ja, ik kan nu alvast zeggen dat jullie allebei helemaal naast zitten. En dat geeft niet... onwetende. Is Havoc nieuw? Die zag ik. Dat is die guy die een beetje de hele tijd zijn botten breekt. En, Ik heb de character gezien. Volgens mij is hij niet nieuw. Volgens mij bestaat hij al een deel of wat. Oké. Okay. En er zit ook een chick bij. Die heeft een beetje van die special powers die eigenlijk gewoon heel erg Hong Kong action zijn. Gewoon echt van die old school Chinese. Dus allemaal omdat het heel vaak die powers in die films zijn ook van die golden blades die uit het niks schieten en zo. En zij heeft heel veel van dat soort moves. Scorpion? Nee, dat zal niet die. Maar Li Mei? Ja, misschien. We kunnen er ook even langs. We kunnen er gewoon doorheen. We zijn volgens mij aan het livestreamen. Ja, daarom. Dus we kunnen de game gewoon... Koos, ben jij... We kunnen even het roster langs gaan. Ja, dat kan. En dan kan ik even uitleggen wat het is. Jij die kwam net even de regels uitleggen. We spelen allemaal twee potjes tegen elkaar. Uit en thuis, zoals die zei. Daarin moeten we in die... Wat is uit en thuis? Ja, the fuck is that even mean? Nee, maar serieus, ik snap niet wat dat betekent in een vechtspel. Maar we spelen twee potjes tegen elkaar. Continuous is wel met een K. Cool. Ik continuous tegen met een K. Ja, dat is weird. En online communication. Die campaign is ook met een K. Customized met een K. Dus eigenlijk alles wat niet zonde. De topmenu is. Ja. Collection is met een K. Ja, nee, ze hebben... Hier heeft een heel team heel lang over nagedacht, maar ze hebben het niet consistent doorgevoerd. Nee, precies. Koos geeft aan. CPU hadden ze... KPU? Ja, precies. Dat is heel vet. Even kijken, waar moet ik op kiezen? Gewoon story krijgen we dan... Maakt niet uit. Ja, ik denk het wel, toch? Ja, zou je denken? Ik vind het wel leuk, trouwens. Remy zegt, mag de chat characters kiezen? Want het idee was dat we dus... Nee. Nee? Nee. Oh, dan doen we dat niet. Maar dat we dus beide... Dus dat we spelen alle twee... Oh. Alle drie, twee potjes tegen elkaar. Character select. Nee, dat is chapter select. Oh. Chapiter. Ook niet met een K. Raar. Nee, maar dan moet je hier even uit, want dit gaat inderdaad op character gewoon versus. Ja, local versus inderdaad. Maar, kijk, daar heb je ze. Ja, daar zijn ze. Ja? Je vindt links echt heel veel cool. Wat een sukkel die rechter, zeg. Ja, jij zegt van, maar hij heeft een skull, Hij heeft geen skull. Hij heeft wel een skull. Ja, nu niet. Nee, nu niet. Nee, daarom. Jezus. Dat heb je toch wel eens eerder gezien? Natuurlijk of niet? Heb ik gezien. Hoef je toch niet uit te leggen? School, maar nu niet. Dus doe eens even rustig, jongens. Maar joh. Gaat ze eentje naar links? Al, ik de hele tijd bij jou. Wil je helemaal links beginnen? Kitana. Nou, zeg er wat leuks over. Aardige character sinds deel 1 volgens mij. Dus een staple name. Ik wilde gewoon eentje naar links, maar sure, we kunnen...
Een hele review van het hele Rotterdam. Malina? Dit is mijn favoriet. Malina, ja. Favoriet van de vrouwen? Ja. Oké, ja, snap ik. Raphael. Tanya? Nieuw, denk ik. Wel een coole character. Die ken ik niet. The Staff of Justice. Nee. Nee, komt uit Assassin's Creed. Dit is gewoon ja, Assassin's Creed meets Sub-Zero. Dit is de waterversie van de ijspappie. Ik heb helemaal niks. Bootleg of Nightwolf? Nope. Wacht even. Niet Nightwolf dus, inderdaad. Bootleg versie van. En een beetje dus die Quan Chi en Kratos. Ja, dat is ook een random. General Shao. Shao is altijd wel oké, maar dat is natuurlijk een van de bad guys. Dan ga ik nu de hele andere kant op. Ja, dat doe ik gewoon. Nitara, dit is Megan Fox. Meets, really? Ja, precies. Ja, dit is echt de Megan Fox. Oh, Megan Fox. Ja, ze heeft ook echt de stem gedaan. Heeft ze ook echt toe thumbs? Of ja, niet? Ik wou net zeggen. Kunnen we even kijken naar de toe thumbs? Nee, had ze niet. Dat kunnen we zien. Oh, nee. Helaas. Nee. Kunnen we even kijken? Nee, geen toe thumbs. Dat heb je heel snel gezien. Is Li Mai. Oké, dit is een coole character. Dit ziet eruit als een soort van... Volgens mij bedoelde ik haar inderdaad. Ja, hele chillen. Dit is Kenshi cool. Kennen we natuurlijk. Ja. Het is, wel, het is wel heel... Maar dat is wat Mortal Kombat is. Het is wel heel... Dat kent je er niet in van het Amerikaans. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat vind ik wel cool. Baraka! Baraka Flakka Flame. Ja, eigenlijk hebben deze te weinig props gegeven. Dit is de eigenlijk de ja, voor alle MCU-films. Gewoon dit is Wolverine. Dit had ook gewoon in plaats van Sub-Zero gekund eigenlijk in de top 5. Maar oké, okay, prima. En ik heb hem gementioned. Gerard. Dit is één grote guy. Gerard? Dit is Xerxes van 300. Nou, dan gaan we... Ik bedoel, die... Kung Lao, ja. Die lines in zijn skin zijn best wel cool. Ja. Dit is een hele coole pakken. Kung Lao is altijd een Johnny Cage. Een maar dit is niet Jean-Claude Van Damme. Ik snap dat hij een douchebag is by design. Ja. En dat is cool dat het gewoon intentioneel is. Maar ik heb niks met douchebags. Ik had weinig. Ik denk dat het een van de weinige douchebags is waar ik wel een ding mee heb. Gewoon omdat, maar dat kwam ook hij door kijkt ook alsof hij gewoon een scheet laat en ruikt. Ja, zeker. Ja, het is niet cool. Mm. Maar, dus ik heb liever de Jean-Claude Van Damme versie. En de vernieuwde Liu Kang dan? Ja, deze Liu Kang. Maar dat is weer ietsje meer naar old school terug. Vind ik wel oké. Ja, Raiden. Een beetje te makkelijk. Ja. Oeh, Young Raiden. Dat is cool. Ja, you like him young? Oké. Fair enough, you were iets te excited. Interested. I was interested. Yes, you were. Ja. Ja. Smoke, dit is de black Scorpion en Sub-Zero. Ja, volgens mij is die sterker nog, het is nu het randje van, want je hebt nu Scorpion, Sub-Zero en dan Reptile. Of hoe heet die? Dit is wel een vette character. Ja, ik had wat actie gezien met Smoke ook. En dat schijnt volgens mij ook wel echt een goede character te zijn. Ja, nou. Hey, Reptile, is die nu chameleon geworden of zo? Hij was altijd al goed. Nee. Oh, zo. Hij komt inderdaad chameleon-style naar binnen. Ja. Vet. Ja. En Sub-Zero. En dan Save the Best for Last. Ja, sure. Scorpion. Sure. Hij was al lang geweest met zijn gele pak. Nee, die hebben we nog niet besproken. Heel vet. Net zo vet als een mutje van je. Fuck. Dat heb je goed gezien. Geel zwart. Ja. En blauw. Kut. Amazing. Ah, de hostility. Nou, maar ik dacht het puur om petjes te verkopen. Ja, ver, die zijn verkocht al bijna, toch? Die zijn trouwens bijna op. Als je er nog, ja, dat kan nog dat, net. Dat roepen we echt al 3 maanden, maar toevallig is het omdat we nog één doos hadden gevonden. Ik heb 1 doos gevonden, inderdaad. Maar dus er zijn letterlijk nog een paar petjes. Wat we dus gaan doen is allemaal 2 wedstrijden. Wat er dus ook 1-1 kan worden. En heb je alsnog, moet je dan een derde wedstrijd gaan spelen tegen elkaar. Maar we gaan dus allemaal 2 potjes tegen elkaar. Ja, oké. Okay. Want anders is het over 30 minuten over. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, dus 2 potjes is inderdaad waarin we, wel... Ja, oké. Okay. Waarin we allemaal dus... Of gewoon dus, eigenlijk wie het eerst tot 2 komt. Dat is inderdaad wat jij bedoelde, best of 3. Inderdaad. We gaan dus doen allemaal tegen elkaar een best of 3. Waarin jij je aangaf dat als we het volgens de regels doen... Want als we het volgens de regels doen... Waar spelen we voor? Waar spelen we voor? We spelen voor deze. Zeg maar, de winnaar hiervan gaat met deze game naar huis. Nou, ik moet zeggen, ik heb hem al. Dus beter ga je mij aanmoedigen, want dan... Kan jij hem winnen? Dat is heel smart. Ik heb hem niet meer nodig. Ja, als jij zou winnen, dan geef je deze weg aan de community. En maar dan, moet je wel zeggen dat je Scorpion veel cooler vindt dan Sub-Zero? Dat is wel een voorwaarde. Ja, dat mag.
Dat is de prijsvraag. Wie is cooler? Sub-Zero of Scorpion? Kijk er dan. Weet je? Komt hij met deze shit? Ja. Het is nu wel leuk. Oké. Okay. Zijn wij de bad guys omdat wij de game willen hebben? Scorpion is 100% beter. 100, niet 5% beter, 100% beter dan Sub-Zero zie ik nu. Cool. Dat is heel veel. Dat zijn cijfers. Procent uiteindelijk. Maar dus als we dat willen winnen, dan moeten we het volgens J.R.'s regels spelen. Maar hoe gaan we dit doen? Gaan we... Alle keren een andere character. Ja. Is dat zo? Ja, dat moest. En in de finale mag je dan zelf kiezen uiteindelijk. Maar alle keren tegen één iemand met een andere character? Dus of iedere keer tegen iemand anders? Nee, ik tegen jou twee verschillende characters en tegen jou. Dus in totaal speel ik met vier verschillende. En waarschijnlijk in de finale speel ik met degene nog die ik het lekkerste vind daarvan. Wat? Dat is een onzinnige regel voor fighting game. Ja, dat snap ik, maar we willen natuurlijk ook een iedereen heeft game, een character. De game diverse yes. laten zien. Ik voel dat het autisme getriggerd is. Het is getriggerd. Dit is een goede voorsprong voor me. Ja, jullie mogen beginnen. Ja. Maar wat, gaan we ook nog een soort van inspelen? Of is het echt zo van fucking let's go? Let's go. Ja, niemand heeft de game nog gespeeld. Nee, dit wordt zeg maar eerlijk, toch? Je hebt toch gewoon twee van die dronken gasten ergens in Oost-Europa die gewoon zo'n street fight hebben en niemand raakt elkaar. Ik bedoel, je kan toch ook zeggen, we gaan eerst heel even oefenen zodat we enigszins weten wat we doen. Nee, ik weet niet eens welke knop wat is. Nee, okay. Ik ook niet. Cool. Oké, dat wordt leuk. Liu Kang! Heb je Liu Kang? Ja. Hij heeft Liu Kang. Koos heeft Liu Kang. Jij mag geen Scorpion kiezen. Dat mag niet meer. Kijk, hij pakt Sub-Zero. Sub-Zero is de enige waarvan ik in ieder geval nog weet dat hij een Hadouken heeft. Tegen hem doen. En de tweede keer tegen Koos mag dat hij niet. Is zo bang dat hij zelf tegen die domme Sub-Zero moet. Hoezo? Omdat hij een andere character moet kiezen. Niet tegen mij. Tegen mij niet. Tegen jou moet hij een andere character kiezen. Nee, dat zeg ik net. Twee tegen hem. Twee tegen jou. Oh, echt dus allemaal vier andere in totaal. Characters. Ja. Oh, dat is zoals precies. Ik niet bedacht. Maar het is net alsof Mike Tyson erin zit. Oh ja, we hebben cameo fights inderdaad. Dus je kan die drop-in, drop-out af en toe dat iemand je komt assisten. Ik heb geen idee waar je het over hebt, man. Button bashen. Cool. Goro zit erin, hè? Ja, lijp. Dan pak ik Goro. Ja, dat zeg ik. Mike Tyson. Oh, is dat Mike Tyson? Ja. Ja, de face. Kijk nou, niet in-game, maar naar die thumbnail. Hebben jullie Liu Kang tegen Raiden? Yeah. Fuck hell. Nou, moet even iemand kiezen, je moet toch kiezen waar. Ja. Dat is eigenlijk altijd het vraagtekentje. Want... Koos is de bottleneck. Doe gewoon random. Ja, dat was random. Dat duurde alleen even. Ja. Jezus, rustig man. Ja, we zijn. Ik vind het nu al een slecht idee. Ja, we zijn allemaal vol met testosteron. Wat gebeurt er? Wat is dit? Oh, Jiminy is in fucking Kyoto op dit moment. Vet man. Oké. Cool. Ja, jezus man. Laat me even de controls kennen. Counter met een kaartje. Wat zit dat? Hé, jezus, jij doet vet shit. Juist hem. Oh, dat is een hele goede move. Dat zie ik al. Ja, deze was ook wel tof, maar... Kan die niet grappelen? Lekker. Die game, dat soort vette magische Fable-achtergrond. Ja, die achtergronden zijn sowieso wel erg vet in deze game, man. Oh, gaat die één trucje doen? Yep. Ik moet zeggen, ik vind het fijn dat de health bar niet super hard gaat. Dat vind ik altijd heel irritant in games. Er wordt even met ijzer. Kijk, hij doet zijn handjes op zijn rug. Er wordt met lightning gegooid. En daar is Goro meets Liu Kang. En dat was de final blow voor Raiden. Denk ik. Ja, komt er een fatality? Oh, nee. Dat zou sneu zijn voor je. Maar je hebt hem nooit gespeeld. Je hebt even opgezocht hoe de special move moet. Of je bent echt gewoon... Ik heb het niet gespeeld. Dat is niet wat ik zei. Maar je hebt even opgezocht hoe de special move moet. Nee, het stond daarboven. Het stond te knipperen. Boven? Ja, het stond te knipperen. Godver. Wat stond het? Oh, je bent... Maar was dit 1-0? Ja, dit was 1-0. Waarom? Is blokken niet naar achter? Ja, maar dat werkt niet altijd. Gaan we nu gewoon... dit is zo leuk. Dit is echt... Beste livestream ooit. Ik wou net zeggen, dit is helemaal niet iets dat we... Er zijn straks twee fucking... Zulke anti-reclame, joh. Wat ben je aan het doen? Ik kan letterlijk niks doen, hè? Nee? Kon je... Nee. Ik kan letterlijk niks doen. Ik ben alles aan het drukken, er gebeurt gewoon helemaal niks. Hij mist. Nee!
Nee! Nee, toch niet. Hoe kan je daar nou gewoon uit worden geslagen? Dat is weird dat je daar inderdaad uit de special move. Nou, we moeten de character select doen, hoor. Ja. Ga je nu nog een keer tegen elkaar? Of ja, toch twee potjes? Ja, dat kan ook. Ja, laten we gewoon per persoon ze allebei achter elkaar doen, toch? Ja maar moeten we wel character select doen. Meer training gekregen dan ik, dus ik ga nu al verliezen. Maar... Ja, daarom wilde ik wel als eerste. Nou, er was weinig training, hè? Ja, dat is wel... Maar twee potjes heb je straks training. Hij heeft letterlijk... Oh, shit. Heeft Wikipedia opgezocht, inderdaad. Dus... Nou, nu moeten jullie dus een andere character. Ja. Scorpio. Ja, gaan we hem doen? Lijp. Oké, dan maar. Maar is blokken nou wel of niet naar achter lopen? Jawel, maar dat werkte dus niet altijd. Maar ik kon letterlijk niet uit die... Toen jij, lame move toen jij de hele tijd die one move deed op mij, die kick... Die probeerde ik ook te blokken. Dat lukte niet. En toen jij iets ontdekte wat nog lamer was... toen je gewoon achter elkaar dat bleef doen... Nog beter werkte, bedoel je? Nog lamer was. Toen... was niet uit te komen. Nee, dat vond ik helemaal prima. Ja. Dat is hetzelfde. Toch? Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, dat snap ik. Maar we hebben nu twee keer hetzelfde random event. Living Forest. Dat is heel vet. Hij heeft een staffie. Oh, hij heeft hem al gebruikt. Dat is jammer. Get over here! Doe nou. Ja, dat probeerde ik, maar dat doet hij dus niet. Juist. Ja hoor! Juist. Zo kut. Ik weet niet wat die fucking... Hè? Hé, nu kan hij iets spammen. Lekker, hè. Amazing. Nee, ik kan het niet spammen. Godverdomme. Kan jij iets spammen nu, Steve? Oh. Die game ziet er een bloedje mooi uit, hoor. Wat een eikel bij me. God damn it, Leroy. Please freeze. Ah, dat is helemaal gay. Hoe doe je die? Dat staat erboven. Ja, maar dat is niet wat ik vraag. L2 R2. L2 R2? Ja. Ah, je bent ook echt een pannenkoekje. Ik hoorde hem. Ik moet zeggen, dat is geen chat meer trouwens. Fucking droeftoeter. Nee, we mogen de chat... We hebben hier al gameplay, dus jullie mogen altijd de chat links... of eigenlijk jullie links ook op beeld laten zien. Jezus, hoe kan die zelfs die fucking ijsje niet eruit beuken? Nee! Maar ik moet wel zeggen, het is best wel spannend. Ja, er komt natuurlijk een punt dat soort van fighting game Steve een soort van de controls kent en onder controle heeft. En dan dus gaat ownen daarna. Ja, maar ik heb echt... Ik merk gewoon aan een heleboel dingen dat het gewoon... Pardon, die witty. Je bent gewoon fighting game witty, dat zie je. Als je nou even, ja. Ik kan natuurlijk niet partijen. Nee, nerd! Nee! Ah! Oh, deze guy. Oh. Nou, dat was mijn biertje al. Ja, gaat snel. Ik heb er nog een paar voor je boven staan. Ja, L2, R2. Je deed hem heel laat op het einde. Want ja, maar de eerste ronde was je echt mijn ass aan het kicken. En op een gegeven moment, ik deed hem gewoon en ik won.
Ja, dus eigenlijk, het was een false victory, dat weten we allemaal. Maar wat... Nee hoor, they all count. Nee. All count. Ik zag het heel veel skill. Naar achter is dus niet blokken. Nee, R2. Ja. R2 is blokken. Dat zag de chat. Ja, dat zei precies. De chat. Goed dat je het even deelde. Nee, ja, hallo. Tja. Je kent me. Even kijken. Wie gaan we nu dan kiezen? Kung Lao, fuck it. Een Kano. Kano is wel tof, ja. Forbidden Forest. Oh, the gateway. That's $500. Ja, we konden de chat niet zien. En een final blow. Dat is leuk als je weet dat het bestaat. Het stond boven de hele tijd een beeld te knipperen. Ja. 46. Hey, be aware of your surroundings, man. Wauw. Hou je bek, dat Koos is een Koos is een mime player. Die is iemand aan het uitbeelden die aan het button bashen is. Dat is... Holy shit, de hele tafel trilt ervan. Nee! Jezus. Die PlayStation. Oh, kijk, daar deed hij. Dat deed hij. Wie? Ja, gaat hij weer. Ja, kan wie je is wie? Niet wegkomen. Ik ben Johnny Cash. R2 ingedrukt houden. Ingedrukt houden. Ja, maar en beneden, denk ik. Omdat het een low kick is. Ja, je moet zelf even naar beneden noemen. Dus naar beneden bukken en R2. Maar ik deed de Fatal Blow, die deed ook helemaal niks, hè? Nee, maar... Oh! Smeerlap! Nee, Koos. Er is één iemand die geen smeerlap mag zeggen hier aan tafel. Hij sloeg me in mijn fucking... ballen. Hé! Hey, hoe kan je die nou fucking ontwijken, man? Geen idee ook wat ik niks heb, man. Niks doe ik daar dan. Ja, dit was echt een makkie, man. Wat een naar spelende rot game, zeg. Het is helemaal geen goede idee om een soort van mij gesponsorde stream te laten doen. Want ik wil nu al alles uitbranden over de hele fucking wereld. Character select. De game audio mag wel wat harder, jongens. Ik kan ook helemaal niet fighten met die fucking met deze drukpuntstoetsen. Ik ga denk ik fucking de stick spelen. Echt? Ja, het werkt voor gemeten. Veel te groot. Gek, man. Dat ben ik ook. Maar... Even kijken, wie kies ik nu? Met wie ga ik nu weer ownen? Hatelijke gastenstok. Jongen. Even kijken, wie is lijp? Raiden! Raiden is lijp. Zeker lijp. Jax. Striker. Altijd handig om een politieagent bij te hebben. Met een gun ook. Mijn duim is gewoon niet snel genoeg voor deze shit. Nou, dat kan gebeuren, man. Trillende tafel en gewoon die chaos met de controllers is... Hé hey man, als het wint, win je. Ja. Oh, ik mag nee! Helpen. Kutzooi. Nou, valt mee hoeveel damage dat doet. Oh, nee. Nou, ik denk dat ik dood ben, hoor. Nee, toch. Ik kan toch niet drie kwart van je... Het heet een fatal blow. Ja, maar kijk hoeveel je nog over hebt. Het is bullshit, dus... En het is gewoon... R2 en L2. Ja, precies. Ja, oké.
casual friendly. Ja, zo, dat sowieso. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Ja, jullie weten, leer de controls kennen. Ik wou dat zeggen. Als je... Oh. Blok. Hoppa. Godverdomme, schiet hem. Kijk uit voor die... Kut. Kijk uit voor die final blow van hem. Ja, nu dus. Maar ik ben nu in een... Hoppa! Ja. Ik was in een animatie. Smeerlap! Zo. Oh, je had ook heel veel health over, Jelle. Ja, man. Dat was embarrassing, man. Ja, dat is echt, echt heel kut. Zo. Je zou maar van mij verliezen. Nou, je zou maar van Jelle verliezen. Nou, weet ik niet. Godver, die is heel... Die is Blanca stijl irritant. Nou, all the buttons are getting mashed. Nee, alleen kruisje. Precies. Ah. Welke... Wat doe je nou? Was ik het? Nee, ik was niet Jacobus Motor. Dus... Nee, maar er wordt niet gebutton bashed hoor. Het is gewoon... We spelen hartstikke goed, Steve. Nee, maar er worden gewoon random menuschermen ingedrukt. Zoveel knoppen worden tegelijk ingedrukt. Was ik ook wel... Was... Doe je nou een fatality? Nee. Fatal blow. De fatal blow nu, ja. Vet. Nou, dan mogen jullie tegen elkaar, jongens. Ja, leuk. Echt zo leuk dat we niet gewoon heel even op zijn minst 10 minuten de game hadden gespeeld van tevoren. Ja, dat is nu... dat zijn we nu aan het doen, als het ware. Ja. Ja, maar dan heb je gewoon civilized people en Koos. Ja. En dat is ik gewoon... ben zeker geen civilized people. Ik murder iedereen, dat zie je. We doen best out of three shooters. Ja, maar ik heb er al 2 gewonnen. Ja. Maar ik heb hem nu wel onder control. Ja, what the fuck. Ik heb echt totaal geen idee. Nou. Eens kijken wat er gaande is. Ja. Ja. Je moet random even kiezen. Ja, nou ja. The gateway. Lao would take pride in you. That is the greatest compliment I could receive. Is het niet Kung Lao dan? Hoe werkt het? Ja, het is een fans dat het soort van fake Kung Lao. You're not the real Kung Lao. Wat gebeurt er allemaal? Ja, waarschijnlijk. Maar pannenkoek. Ik heb de controls ook niet leren kennen. Nee, maar jij bent iemand dat als je iemand met een low kick je vast kan zetten, dan blijf je dat gewoon 10 keer doen. Dat you have no pride. I have no shame. Dat is iets anders. Maar ten tweede, jij deed hetzelfde met die vliegende kick. Ik deed alleen kutter. Ja. Ja, Vin Diesel zegt het altijd, hè. Winning is winning. Doesn't matter if you win by inch or a mile. Wat kan Kung Lao? Een fatal blow nu. Fatal blow! Ik zie het. Hij kan... Nee, maar wat zijn... Wat oh, nee! Kan je die gewoon zo blokken? Dat is raar. Ik heb hem wel. Nee, want ik probeerde hem vorige keer ook te blokken. Dat lukte echt voor geen meter. Wie is Luke? Ik. Oh, wat? Oh, Luke. Ik ben Luke. Ik weet niet eens wie dat... Luke, het klinkt hetzelfde. Ik spring nu, Het is LK of KL. Ja, oké, fair. Nou, dat gaan we proberen Project aan te tossen. Ja, maar wat is zijn... Had hij hoed... of niet? Hij heeft een gooihoed, ja. Maar wat heeft hij nog meer? Tijd. Ja, je kan slaan. Ja, dat is cool. Godverdomme. Ik kan hem niet trouwens blokken. Dat doe je goed.
Oké, nog een keer. Dat is een one trick. Godverdomme, hij is langzaam, deze boy. Het is wel nog steeds die oude Mortal Kombat hakketak zo fucking stroef. Ja, dat is het precies. Dat is het. Maar dat is ook wel vet er ergens aan hoor. Maar je kan positions changen, dat is altijd godverdomme. Je moet er niet over hem heen schieten. Hè? Nee, dat doe ik de hele tijd. Je fatal blow. Oh, zou die hoed nog iets doen? Godverdomme. Embarrassing, man. Embarrassing. Wie is Darius eigenlijk? Die ken ik niet. Die stand op counter, maar hij is niet te counteren. Gebeurt heel veel. Hij is echt die controle aan het slopen, man. Ja, zeker. Mijn controller ook. Ah, bos. I'm trying, maar... Ga ik er overheen? Ja. Godverdomme. Godverdomme. Oh, jij kan ook aardig die fucking zelfde attack. Ja, maar ik weet letterlijk niks anders. Okay. Ja, nee, ik wel. Wist je niks anders dan een low kick? Ik heb deze game fucking nooit gespeeld. Ik deed rondje, er gebeurde letterlijk geen reet bij rondje. Wat gebeurt hier? Ja, hier wordt, ik pak je nog een keer, maar ik hoop dat het ieder geval... Ik denk niet dat het genoeg gaat zijn. Nee, ik denk het ook niet. Het is niet een halve health bar die daar gebeurt. Schiet! Maar ja, jij God. Deze. Ja, hij gooit er nog even een paar... Oh, ja, finish hem. Doe de combo maar. Nee. Ja. Wow. Geen idee. Nou, heel eerlijk, ik ben niet van de fighting games, maar jullie moeten nog tegen elkaar, toch? Nee, we hebben twee keer Steve. Wat, twee keer? Nee, toch? Eén keer. Met wie speelde ik hiervoor? Ja. Nee, het was de eerste, toch? Nee. Hé, hey, jullie hebben een trofee voor mij verdiend, man. Ja, ik waarschijnlijk, omdat ik zo goed speel. Dit is de eerste, ja. Nee. Ik was... Luke Cage. Dat was één. En nu speel ik Luke Cage net. Of sorry, Luke Cage. Ja, ik noem altijd Luke Cage, Johnny Cage. Maar met wie speelde je tegen mij? Hè? Oh, jullie hebben pas één potje gedaan. Ja, volgens mij ook. Nee. Jawel. Pieps. Jullie hebben pas één potje gedaan. Bizar. Hij is nog niemand anders geweest dan Kang Mao. Marlina, hoe heet die dat meisje? Die nieuwe, Lee Mei. Ja, maar was niet tegen mij. Dat was tegen Koos. Oké, Jezus. Just thought it was over. They pull me back in. Ga jij de smoke pakken? Want anders pak ik die namelijk. Oh. Nee, ik pak dan wel eventjes een raid. Ik heb geen idee wat... Ja, het maakt allemaal geen fluit uit, nee, jongens. Dat is het hele... Dat is dan wel weer het leuke eieren. Hè. Dat maakt geen drol. Ja, maar het is wel leuk als je een beetje weet wat je aan het doen bent. Ja. Wat gaan we hierna nog gewoon even, zeg maar, het leuk maken? Dat we gewoon even stylen. Kunnen checken wat is. Ja, en denk het of een stukje... Ik heb het hartstikke leuk. Waar heb je het over? Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik ga deze vanavond ook wel spelen. Toch? Ik ga dit wel doorspelen. Ja. Ik vind het een fucking insane uitzien vooral. Die omgevingen zien er echt belachelijk mooi uit. En ik heb hem op de PC. Dus ik ben heel benieuwd hoe de PC-versie is. Of die mooier is. Of dat het weer zo'n butched PC-versie is natuurlijk. Dat kan ook. Waarom doet hij niet die... Want dat was die je net deed. Hé, hey, dat was een Injustice move, zag ik. Is de story vet, ja? Nou, dan ga ik die misschien spelen. Ik weet niet wat dat was, maar ik vond het wel vet van mezelf. Godverdomme, ik probeer die... ergens te kijken waar die stroom move van jou is, maar... Maar merk je de hele tijd de dieven in trappen? Ja, die. Ik heb echt geen idee, man. Ah, there we go! Dit is wel genoeg. Ja. Die heb ik echt net op tijd getimed. Ik wou zeggen. Die was expres. Die heb je echt net op tijd gebuttonbashed. Nee, dat was niet een buttonbash. Nee. Het is een hele duidelijke fatal blow die ik hier geef. Dit is niet zo salty, Steve. Ik dacht dat hij heeft gewoon gewonnen. Het was jij of ik, want bij jou stond hij er ook namelijk. Oh.
Nee, maar dat bedoelde ik. Ik was hem ook aan het button bashen. Dus het was een... Volgens mij compleet random welke er doorheen kwam. Precies. Oh, kijk hem. Wie is dat? The devil. The devil herself. Ze is wel sexy. Oh, jezus. Mortal Kombat 1 ondersteunt ook Ultra Wide. Nice. Nice, 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 nice. Godverde, godverdomme. Kijk hem nou. Stoer doen. Ah. Nee, dat is... Daar ga je. Ah, there we go. Oh, maar hoezo kan je die gewoon... Oh, shit! Oh, dude. Godver. Nog een fatal blow is er voor Smoke. Ja, dat zeg je dat even voor met je cutback. Zou je die kunnen chainen? Nee. Oh! Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat houdt godverdomme. Stressvol hoor, button bashen. Ik vind het veel leuker als je weet wat je doet. Hm? Oh, die is heel nice. Die is heel nice. Ik probeer de hele tijd toch wel die shit die jij probeert. Die jij maar je bent wel gewoon... echt zijn controle aan het slopen nu, vriend. Hoezo? Ga je mij nou extra stress geven? Ik ben gewoon die fighter aan het spelen, dude. Ben je nog steeds alcoholloos? Ja, zeker, Stef. Ja, die had ik opgestudeerd te leiden, John. Mij af te leiden. Weet je, het maakt echt... De eerste 90 seconden van jullie wedstrijd maak je flikker uit. Want het is maar net wie de fucking Fatal Blow goed timed. Fatal Blow. Ja, dan ga je. Fuck you. Maar dat is niet hoe die werkt. Nee, precies. Dat is niet hoe die werkt. Oh, maar alsnog. Dit is heel spannend, hoor. Nee, daar ga je. En nog... Hè, nog hoe reageer je de Fatal Blows aan elkaar? Daar ga je. Ja, dat was hem. Nee! Nee! Nou, nah, schrik me de tyfus. Maar waarom kan ik er nu dan niet een fucking Fatal Blow doen? Godverdomme. You haven't earned it. Nee, wat een lullige fatality. Wil jij eigen controller? Sure. Anders ga ik hem slapen. Maar nu zijn we klaar, toch? Nee, dit is finale. 1, 2. Nee, maar je hebt toch van mij gewonnen? Ja, maar, ja, kan ik doen we nog finale, toch? Dat is toch een duidelijke order. Ja. Zou ik zeggen. Ja, nou klaar. Dan. En die is nu voor de kijker ook dan. Jezus. Ja, ik ga deze weggeven aan één gelukkige kijker. Hier, toch? Op de platform waar je het gewonnen hebt. Nee. Op je eigen zielige platform. Ja. Sterker nog, 30ste. Heel nep. 30ste hebben we community meetup. Ik neem hem voor je mee, voor een van de mensen. Heel nep. Nou ja, die Fatal Blow dus niet heel leuk, zegt iemand... Kijk, aan de ene kant, hij is... Het is ook een special, toch? Nou, ligt aan. Kijk, als je... de makkelijke vergelijking voor mij... Weet je, zijn die supers en ultra's uit Street Fighter. En die verschillen per character. En dan moet je een speciale input voor ja, doen. Ja, dat is wel vet. En... nee, maar kijk, deze zijn makkelijker te blokken. Dus ze zijn heel generiek en makkelijk in te zetten. Maar... Ik heb zelfs het idee dat als je het tijdens je snel ze, genoeg doet... Je moet ze timen. Nog... Kijk, dit waren letterlijk de eerste 10 minuten spelen ooit. En als je hem gewoon random doet... Maar als je een combo doet en je chaint hem op een moment dat hij unblockable is... En je maar weet van jouw character... Hem? Want ik had het idee dat als je low on health bent dat je hem krijgt. Maar dat is dus ook niet zo. En ik weet ook niet of die precies dezelfde connection heeft met iedere character. Maar als je weet waar die van jou is... En je weet, nou, die is gewoon... Als ik er recht tegenover sta... En je weet, ik heb een combo, ik doe twee punches... En dan heb ik altijd een hit. Ja, dan kan je hem heel makkelijk dat het, in je combo verstoppen. Ja, maar het zou ook vet zijn als je bijvoorbeeld... dat met sommige characters die close range moet zijn... En met andere characters long range. Maar toch, ik vind het echt niet eerlijk. Om heel eerlijk te zijn, wat de eerste keer dat ik die Fatal Blow deed... Jij trapte me helemaal de graftiefes in. Er was niks aan de hand. En echt letterlijk, ik heb 5% leven nog. Ik doe een Fatal Blow en ik win.
Ja, nou, dat was gek. Maar ja, maar... misschien, kijk, ik wist toen niet eens hoe je kon blokken. Misschien was het gewoon zo simpel geweest als blokken. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar goed, ik was nog naar achter aan het drukken en dat was overduidelijk. Ja, niet maar mensen zeggen low on health, Fatal Blow, maar dat is niet waar. Want ik had net de laatste potje low on health. Nee, jij zat er nog net boven. Er zit echt zo'n laatste 10%. Ja, laatste. Ik was op een gegeven moment echt het laatste potje. Volgens mij was ik echt super low on health. En toen zat ik de hele tijd te wachten van, nou, nu mag ik hem nu doen. Maar dat is fair, hè? Want dat was in Street Fighter had je ook, je had super, die bouwde je op door damage te doen. En je ultra kreeg je gewoon als je low health was. Als een soort van comeback mechanic. Ja. Dus dat principe vind ik sowieso cool. Omdat je hem gebruikt. Steve zat hem op een gegeven moment te chainen. Dus je kan er ook meerdere Fatal Blows in één potje. Nee, ja, je kan de Fatal Blow niet één keer per match doen. Want ik kreeg hem nog een keer terug. Ja, ik kreeg hem nog een keer terug inderdaad. Dus dat klopt ook niet. Dus... Maar hij was niet gelukt. Dus misschien dat er... Dat zou kunnen inderdaad. Hij lukte niet. Toen deed ik een andere move. En misschien dat er bepaalde moves zijn waarmee je je Fatal Blow... Ja, misschien omdat je hem miste, kreeg je de tweede. Nou nee, ik miste hem. Maar ik landde daarna wel een andere special. Ja. En misschien dat je hem daarmee terug kan krijgen. Nou, het ding was in ieder geval, je had echt 10% leven nog. Jelle had nog veel meer. Je deed die Fatal Blow. Nou, het was niet de volwaardige hit. Maar letterlijk 10 seconden later kreeg je hem weer. Ja. En ik niet. Nul. Misschien ben je hem afgepakt door iets. Dat kan ook nog. Dat je mijn Fatal Blow afpakte. Heeft hij je gebloot? Hij heeft mijn Fatal gebloot. Oh, zullen we even een stukje story doen? Zodat ik niet meer tegen jullie hoef te verliezen. Doe je in ieder geval een stukje story. Even kijken. Dat doen we met dit, toch? Ja, pak even een stukje story met je gans. Ik wilde juist zeggen... ik ga even naar de wc. Moet ik nog een drankje pakken? Nee, voor mij niet. En wil iemand een start maken? Ja, geef maar. Tenminste, ik hoop dat hij het doet. Ik ook. Ik hoop dat er nog steeds epische muziek in zit. Want ik heb dat niet meer gehoord. Maar die muziek van Mortal Kombat was altijd fantastisch. Misschien... even kijken... Ja, er zitten nu al twee controllers op. Ja, dat is het. Hij heeft het nu al gesloopt. Dan zetten we deze uit. Kan je er eentje weghalen? Als het goed is wel. Ja. Het beeld. Ik kan die van mij ook... wacht even. Ah, we pakken hem nu de hele tijd over. Daarom staat het Takeover Control. Wacht even, ik zet de... Stop it. Dat doe jou. Dat was een fucking film. Die daar gebeurde. Wacht even. Zet gewoon de controle uit. Niet te snel, hè? Rustig aan. Even kijken. Wat zijn de knoppen aan de zijkant? Wat is de start? Oh, hier zit die van jou ook uit. Ja. Volgens mij ben je nu al verbonden. Maar dit staat GameKings TV, dat is de tweede. Dus waarschijnlijk moeten we nu met de tweede ook nog steeds verbonden zijn. Wat is de PlayStation knop bij deze? Want we starten gewoon die game opnieuw op, joh. Ja, ik denk niet dat het deze moet zijn, maar ik weet niet zeker dat heeft hij of natuurlijk hem, of hij hem pakt door PS5. Doe anders gewoon, Want hij deed net wel de hele tijd van, wil je hem overpakken? Dat ben je. Ik ben een gangster. Okay, ik sluit hem gewoon af, Jelle, en dan doen we het gewoon nog een keer. Moet je iets meenemen? Ja, neem maar voor mij maar zo eentje. Staan boven? Ja, in de koelkast. Nee, ik ben oké. Okay. Ja, je hebt ook niks verdiend. Deze heeft Steven zeker zelf gebouwd, ja. In de HWW-tijd. Je hebt het ook niet verdiend, om heel erg te zijn. Nee, dus, ik mag geen bier meer drinken, deze. Wat doe je nou? Doe je hem alsnog? Even opnieuw opstarten, ja. Kijk eens, doe ik deze weer even uit. Want ik had ook het idee dat hij per se een tweede controle nu wilde hebben. Omdat we in die dingen zaten. En hij zit er wel in. Goeie vraag. Ik weet niet hoe het dametje is. Het is wel echt een mooie fightstick, moet ik zeggen hoor. Het punt is alleen, ik kan echt niet beter vechten met een fightstick. Ik vind de controle is wat makkelijker. Wel. Ik vind dit is wel beter dan mijn druk, 4-punt-druk doet. Dan kan ik echt helemaal niks mee met een 4-punt-druk. Ja, maar dat is het ding. Bijvoorbeeld dit pookje. Ik kan niet met een pookje spelen, man. Ik moet echt met de D-pad. Ja? Ja. Ik vind die D-pad, vooral van deze, vind ik zo stug. Ja, nee, dit werkt niet, denk ik, helaas. Zou die alleen voor PlayStation 4 zijn dan of zo? Ik denk het. Wat drink ik? Ik drink Palaner 0.0. En het verschil zat hem echt in de temperatuur, man. Want als hij nu koud is, is het gewoon beter. Lekker. Ja, is gewoon lekker. Lekker, lekker. Is gewoon lekker! Ja? Okay, nee, ja nee, ik denk dat je met deze moet gaan spelen, man.
Check even de switches. Dit probleem heb ik ook. Check even de. Oh, er staat er natuurlijk nog een. Zit natuurlijk nog een console switch op. Nee, denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dit een PlayStation Switch is. Kijk, dit is, je hebt het gewoon kapot gemaakt, man. De onderkant namelijk. Dat is lijp. Steven gaat je helemaal in elkaar trappen. In Mortal Kombat, ja. Nee. Zou je willen. Echt zouden we dat nooit doen. Hier. Dit is een heel lijp Ghost of Tsushima-achtig vibe. We moeten wel met deze. Wat jij wil, ja. Dat jij wilt met Jacobus Mode spelen. Ja, en dan alleen maar verliezen de hele tijd, zodat je credits naar beneden gaan. I don't give a shit, Jelle. Social credits. Iedereen heeft gezien wie hier de echte baas is. Ja, juist niet. Jawel, dat heeft iedereen gezien hier. Sorees, wat voor je ook alweer van Sub-Zero? Even voor de duidelijkheid dat ik even van je hoor wat je nou ook alweer van Sub-Zero vond. En of je misschien toch niet Scorpion een coolere guy vindt. Ik weet niet, volgens mij bij de 30ste toch? Dus just saying. Sub-Zero is een lul. Ah, dat dacht ik al. Zie? Zo makkelijk zijn ze. Geen principes. Helemaal niks. Nee, echt niet. Kijk, Rocky wel. Wow. Is dit echt? Ik vraag me net af. Dit moet toch... Het oogt real-time, ja. Maar het voelt alsof het pre-rendered eruit ziet of zo. Ja, de kerk is niet, maar de ding is daar pas net echt heel mooi. Ja. Koos, Jelle, waarom zat er geen één vrouw in jullie top 5? Omdat we een hekel hebben aan vrouwen, man. Omdat echt alleen maar vrouwenhaat is hier. Echt, wat een stelletje seksisten. Omdat wij de andere kerkers toffer vonden. Zat er een top 5 van Mortal Kombat spelers bij jou? Een Mylena of hoe heet ze? Sonya Blade. Cassie misschien, Sonya, Cassie Cage. Of de laatste... Ik vind dat misschien nog wel een belangrijke vraag. Moon Knight Wolf, waarom assume jij genders? We weten allemaal dat Sub-Zero zich misschien wel anders identificeert. Als een ijzerwolf. Badass. Nee, Soresu, die is net al bijgedraaid. Die zei Sub-Zero is toch wel een sukkel. Ja. Maar dat weet hij omdat hij nu mogelijk deze kan winnen. Maar ik toon alleen maar aan dat mensen die Sub-Zero cool vinden... en dit is no pun intended... Ik weet niet wat de dynamiek tussen jullie is. Geen ruggengraat hebben. Dat is gewoon aardvijand. Een soort van... Ja. Ken je Perry, het vogelbekdier? Ja. En hoe heet hij? Aardvijand met een licht homoerotische spanning. Ja. Er is iets licht gaande, maar licht? Dat is cool. Ja, daarvoor. Dovensmeert, ja. Die inderdaad. Nee, dat is niet licht hoor, Steven. Dat is echt hevige mannenseks. Ja? Ja, ja. Het is niet zomaar een plek waar we afspreken, de 30ste. Oké. Maar ik vind in deze game, in ieder geval, wat ik zei, die Li Mai van de nieuwe characters vind ik heel cool. Smoke maar, vond ik ook tof. Die moet zich nog bewijzen. Smoke is niet nieuw. Nee, maar over de vrouwelijke personages. Gewoon van de eerste delen. Ja, ik vond ze niet heel cool. Bij, weet ik veel, Dead or Alive of zo, vond ik juist. En Soul Calibur. Ja, Soul Calibur vind ik ook, is ook voor mij de mannen characters. Nee, Taki. Ja, dat speel je altijd. Dat was mijn main character. Het is gratis parkeren, omdat we toch dicht bij de auto blijven, pannenkoek. Dus geen probleem. Ja, hele lange cutscene. We krijgen hem niet werkend. Nee, ik heb geen idee. Hij heeft geen Switch voor welke console, toch? Het is PlayStation universeel. Only. Oh, universeel zelfs, ja. Is het niet het ding dat hij alleen bij PlayStation 4 games het doet of zo? Ik heb hem nog niet getest op PlayStation 5, maar aangezien een PlayStation 4 wired controller met USB het ook doet op een PS5, nee? Oké, dan is dat hem... PlayStation 5 controllers doen het wel bij PlayStation 4 games, maar andersom. Maar niet andersom, oké. Okay. Backwater folk. Ja, ik ben altijd benieuwd, want dit is bij fighting games iets wat er in moet tegenwoordig. Kijk naar wat er... Ik zei net al Soul Calibur, daar gebeurt het heel uitgebreid, maar Street Fighter had ook nu veel meer...
story mode en extra... Non-fighter gameplay zelfs. Ja. Dat is bij Mortal Kombat is het natuurlijk wel langer al dat ze daar veel op focussen. Op backstory en op lore en wat dan ook. Ja, maar... Het is wel een heftige character-driven... Ik vind het altijd interessant als een fighting game developer resources... Ik bedoel, zij zijn intern ook gewoon aan het bedenken van... Kijk, aan de ene kant voor marketing hebben we voor de casual speler dit nodig... Aan het eind van de rit is de basis van je hele game en hoe lang die wordt gespeeld gewoon, weet je, de versus mode. Ja, dat is het enige waar het om gaat. Ja. Dus ja, het is altijd interessant om te zien hoe dan een single player mode uit de verf komt. Omdat dat, ja, weet je, het is een beetje balanceren van hoeveel tijd en energie kunnen we eraan besteden en hoe goed gaan we het maken. Vaak best wel veel resources gaan erin bij Mortal Kombat. Waarom is Shang Tsung zo jong? Is het Shang Tsung? Ja. Want hij ziet eruit bijna uit als de good guy. In dit, nou, nu niet. Tot en met... Dit is een vet shot trouwens. Tot en met net. Ik vond oprecht die laatste film die is uitgekomen van Mortal Kombat... Ik vond het oprecht niet kut. Ja, sorry. Ik vond het oprecht niet kut. Nou, ik vond sommige gedeeltes ervan heel cool. Maar er zaten echt wel vette dingen in. Ook, ja, maar ik vond de main character bijvoorbeeld... Maar vond ik niet lijp. Het was wel... super campy, het was weird. Het was het moderne equivalent van wat het vroeger ook was. Ja, maar dat had ook zijn charme. Nou, toen nog. Ik heb al die oude films gekeken. Want natuurlijk wilde ik dat zien. En het was kut, maar ik vond het cool om te zien. Ja. En ik heb de nieuwe Mortal Kombat film ook gekeken. En dat vond ik ook cool om te zien. Maar je kan niet. We kunnen niet gaan zeggen dat het goed was. Zaten fatalities in, maar ze hadden wel die fucking shit dat je zo. Ja, die fucking vette moves die ze er tegenwoordig in hebben gestopt. Die zaten er wel in. Ik vond het leuk. Ik zet hem naast Schindler's List. Boven Forrest Gump. En de Shawshank Redemption. Maar er zijn meer mensen zijn veel jonger. Want Redden is ook veel jonger. Het is Mortal Kombat 1, hè? Ja, dat is het dus misschien letterlijk ook wel. Dus dat ze het daarom al hebben genoemd. Omdat het voor Mortal Kombat 1992 zich afspeelt. Wat? Het zijn allemaal hele jonge versies van, of sommige. Het is toch een andere realiteit? Dat weet ik veel. Ja. Ja, nee, maar dat kan ook. Maar... Het is een multiverse dingetje, man. Oh, nee. Really? Maar gewoon een reboot in een andere realiteit. Nieuw timeline. Oké. Okay. Het ziet er wel echt heel mooi uit, de cutscenes, man. Ja, zeker. Nee, dit is nice. Hier, met een echt koffiekopje. Dit is nice. Thee, waarschijnlijk. Schwarze thee. In welke film werd Luke Kang een draak? Geen idee. Nou, dat is waarschijnlijk gewoon die 1995 versie, toch? En het is Liu. Home Alone, niet lui. Liu. Liu Kang. Lui. Lei Wulan. Fight. Whatever you want. Thank you, Madam Bo. You spoil us. Maar gaat dit nou een live service game gewoon worden? Is dit een live service game? Hoe? Volgens mij niet. Er komt wel een fighter pack natuurlijk uit. Met Homelander en Omni-Man en dat soort shit. Ja, daarom. Zit er een battle pass in of zo? Ik heb geen idee. Maar ik denk dat het los... Het Fighter Pack 1, en het stond, zo stond hij erbij. Ik denk dus dat je dat gewoon kan kopen. Ja, want hier zit bij... Wat is de Premium Edition? Er zit de Contenu du Bonus, de Precommandé en de Combat Pack zit hierbij. Ja, Combat Packs. Dat zijn denk ik Fighters Packs. Ja. Alles is hier Frans. Ik moet zeggen... Alles. Ik vind dat... Bij fighting games, en sowieso bij alle games. Ik ben tegenwoordig wel echt heel erg kritisch en persoonlijk heel snel afgeknapt als er gewoon een onvriendelijke pay for whatever in zit. En zeker omdat er gewoon zoveel goede voorbeelden zijn vandaag de dag, weet je, dat het niet hoeft. Precies, maar dan moet je gewoon een goede game maken en dan verkoopt die gewoon. Zo simpel is het. Ja, maar ook een goede game. Ik bedoel, Diablo 4 is ook een goede game. Maar ik vind daar die... Het is gewoon scummery, man. Ja, precies. Dat is zo off-putting. Maar het is zo duur. Het is zo'n geldklopperij. En weet je, met outfits en armor pieces, et cetera. Maar in een fighting game, als je character packs gaat verkopen... Ja, weet je, dat voelt heel anders als je...
character select scherm ingaat. Je ziet je roster. En een heel groot deel is grayed out. Omdat je gewoon... Ja. Je hebt het niet gekocht. Maar je hebt wel 70 was, euro betaald voor een game. Gezet. Geen goed idee. Toch niet, hè? Waarom dacht je dat? Omdat ik dacht, van we zijn beter dan medium computers, maar we zijn niet beter dan medium computers. Je hebt net ons de Je was er net bij, toch, toen we tegen elkaar speelden? Ja, maar dus ik dacht van, alsnog, Fighters Bay heb ik nooit een hele hoge pet van op. Ik kom meestal wel tot de eindbaas dat om te gaan. Dat is totaal niet waar. In Street Fighter is het ook echt, die hogere difficulties zijn insane. Ja, maar, fair. Okay, dan gaan we nu eventjes op. Kan je niet nu nog zeggen van, ik heb spijt en ik zal het nooit meer doen? Chapter select anders gewoon. En dan dat je die... dat je daar... Confirm. Even checken. Act 1. En als je nu story settings. Vierkantje. Kijk. Ik denk doe maar gewoon. Ga easy. Helemaal terug. Ga terug. Doe het. Very easy. Nee, ik zou het gewoon doen. Easy kan je wel. Easy kan je wel. Waarom doe je niet very easy? Dan kan je gewoon... alles ontdekken wat erin zit. Nee. Laat je niet, niet verleiden. Laat je niet verleiden. Doe het. Doe very easy. Het gaat om vechten. Do it. Ja, dit hoef je niet opnieuw te zien hoor. Nee, maar ik weet niet of dat... Ik kon hem skippen. Kijk, skip. Ah, iemand zegt ook customization. Ik kon hem skippen, hè? Dan hoor je dat wat je zegt. Ik kon hem skippen, dat betekent dat je hem al gespeeld hebt. Nee. Ik heb het toch net toen we de character roster wilden kijken... hebben we toch... goede save, maar je hebt hem gewoon nog gespeeld. Koos heeft gewoon een secret account... zodat we niet online kunnen zien dat hij speelt... en die zit al gewoon een week... Ik had het heel simpel bewijzen. Ja. Je kan nu naar mijn Steam-account gaan... dan zie je dat ik 0 minuten in de game heb gestopt... want ik heb hem zelf nog niet eens... En hoor je wat ik zeg? Je hebt een andere account, je hebt een ghost-account. Ik ben nog niet klaar. Want ik zei, ik kan het bewijzen. Dus als je dat checkt, want ik heb hem wel geïnstalleerd. Ik heb hem nog niet eens opgestart. Dus er staat 0 minuten. En de PlayStation 5 versie hebben jullie zelf de code ingevoerd. Want die had ik niet op mijn PlayStation account staan. Dus ik heb nog niks gehoord wat bewijst wat je zegt. Same. Weet je, jij bent gewoon een conspiracy theorist. Oh, oké. Is te makkelijk. Nee, maar oprecht, ik had het niet gespeeld. Nee, dat zagen we ook wel. Zagen wat je aan het doen was. Waarom is hij nog niet dood, Jelle? Ja, omdat ik ook wat moest proberen. Ik probeer gewoon kijken of ik er iets letterlijks, iets normaals uit... of gewoon wat moves die zijn die ik eruit kan krijgen. Maar niet en waarom ik wist dat je dit kon skippen is toen we zeiden... laat de character roster zien. Klikte ik op story mode en toen kregen we ook dat filmpje. Dus skipte ik hem. Die kan ik, oké. Fair, maar... nog een keer. Tik, tik, tik. Dat is wel waar, Dikmeister. Dat is wel waar. Cool. Zijn nou Dikmeister? Ja. Oké. Stifler. Stifler's mom. Maar is dit nou pre-rendered of niet? Nee. Dit is wel gewoon... Real-time, denk je? Volgens mij zijn het wel gewoon de in-game character models, ja. Het ziet er fantastisch uit. Ik ook. Ik vind het zo kut, hè, met die Amerikaanse accenten. Ja. Ik weet, bij Mortal Kombat hoort het, hoor. Maar toch... Nee, ik snap het. Oh. Smoke. Hij heeft nog steeds een masker op. Oh, sorry. We staan er helemaal gekut van. Pittige tante, hoor. Ja. Die gaat zometeen ook raken klappen uitdelen, hoor. Benen inderdaad. Ik hoop dat je die ninjas in elkaar kan trappen, man. Nee, het wordt nu, moet ik Raiden tegen Smoke. Dit lijkt op die Razer mondkap. Weet je nog, die Razer ja, had ook zijn mondkapje uitgebracht? Klopt. Dat lijkt deze op. Waarom had hij een mondkap? Huh? Oh, voor gewoon... Had, tijdens COVID had COVID. Razer had zo'n mondmasker gemaakt. Ja, Razer. For out of all fucking... Wow, kijk nou! Kijk, Kung Fu! Die lijkt erop. Hop. Oh. Judo Chop. Doe eens normaal, man. Nou, Raiden, kik er maar in. Madame Bo! Oh, dit is die 2 tegen 1 shit natuurlijk. Of net... Goeie geluiden ook wel, hoor. Smoke. Pew. Ja, zie je Raiden. Oh, niet Raiden.
Smoke komt hier even huishouden tegen twee van de beste vechters uit fucking The Mortal Kombat. Kumite. Nog een keer Kung Lao. Fight. Kom maar. Kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind die cutscenes wel goed overflowen in de fight. Zeker. Dat is leuk gedaan. Steve, hoe deed je dat, dat hoedje? Volgens mij achter naar voren en gewoon de main button X. Vierkantje. Oh. Hey joh, come on. Misschien toch very easy, man. Maar gewoon snel achter elkaar. Ja, dat snap ik. Dus gewoon achter, voor en... Probeer het. Het is niet te vinden, denk ik. Ja, jawel hoor. Krijg ik dan die? Die is ook vet. Oh, Abdel zegt die move kan nog niet in deze chapter. Really? Ja, kennelijk. Dat is natuurlijk. Moet je eerst naar de Netherrealm of... Wat? Dat is raar. Dat weet ik veel. Ik kan mijn homies ook niet oproepen. Nou. Had Raiden had die elektriciteit hier al? Waarom kan je nu in één keer wel? Ja, nee, maar dat was een andere move. Ja, maar dat deed vet shit. Maar dat deed ik net tegen jou, behalve als jij de hele tijd één button spamt. Mag ik hem eens proberen? Ja, natuurlijk. Ik ben wel echt benieuwd of die erin zit. Ik deed niet one button spammen. Drie. Wacht even hoor. Air dive kick. Ik deed niet one button spammen. Twee. Ja, driehoekje twee. En vierkantje, geloof ik. Concussion. Shaolin spin. Okay. Shaolin spin zal dat dan zijn. Goh, hij is ook wel zo'n spammer. Nee, inderdaad. Volgens mij... Hij staat op easy, jongens. Kom op. Nee, maar ik game probeer toch één move te doen, jongen. Ja, maar ik bedoel, niet verliezen. Coast doesn't concern himself over die over moves. Precies, I don't give hij a shit. Hij alleen maar mash. Ja, nee, maar hij... Hij doet het gewoon niet. Je hebt maar drie moves. En dat zijn er niet zo. Dat is raar. Goed, als dat de manier is hoe je... Dat is er wel één. Ja, oh, ja. Hij heeft ook zijn blade head nog niet. Hij heeft nu een normale hoed. Ja, precies, dat is het. Ja. Scherp, jongens, scherp. Maar het is gek dat je dan zo'n story mode doen, hebt en dat je gewoon die characters leert spelen zonder dat... Wel of niet? Ja, ik vind het wel. Dat is wat er gebeurt, ja. Heel lekker. Oké, ja, fair enough. Ja, toch? Reward, je hebt een maskertje. Ja, die customizing, daar vroeg iemand al naar. Oh. Nee, maar normaal gesproken is dat niet een keus die... mensen of developers maken in een fighting game, dat je een story mode met de character doorspeelt en dat je nog niet... Nee, precies. ...de moves hebt. Nee, maar daarom, er zit veel liefde altijd in de... Oh, daar is die. Wie is er nou weer? Oh, daar is Sap. Ja, beste waren ze voor het laatst natuurlijk, hè? Tuurlijk. Ja, zie? Daar, die komt later. Ja, heel veel later. Ja, hey, later. Die was gewoon te laat, bedoel je? Nee. Die was gewoon die zat nog te schijten. Jezus, wat zijn jullie gevoelig over Sub-Zero, zeg? Mijn god. Kreeg de deur niet open, inderdaad. Die nerd kreeg de deur niet open, man. Stond voor dat reispapiertje. Dus. Juist, classic. Oeh, ik heb gisteren een stukje gezien van Sakura. Ken je die? Nieuwe Donnie Yen, geregisseerd ook door Donnie Yen. En het was een beetje lage kwaliteit, dus ik kon af en toe niet zien of de whoop-ass CGI was. Oh. Of rope action die ik maar nooit had gezien. Maar is het Asian of Westers? Asian. Oh, oké, okay, gelukkig. Slecht gedubt ook. Het is echt de oldschool versie. Maar get over here. Ja, joh, maat. Even normaal met je fucking puur, man. Nee, hij heeft nog geen Lies of P gespeeld. Ik neem aan dat je die bedoelt. Maar die heeft hij nog niet gespeeld. Nee, maar ik ben blij te horen dat hij de verwachtingen waarmaakt. Want daarom had ik hem natuurlijk in mijn top 3 gezet eind vorig jaar. En polished as fuck, man. Ja. Echt, die shit draait echt als een mal op mijn PC. Maar het is nice toch, gewoon dat zo'n developer dat voor elkaar krijgt. Ja. Dat is echt... En dat was al met de preview build die ik speelde op Gamescom. Dat was al zo super nice. En ik kan ook bevestigen dat op de PC zo is. Nu. Ja. Ja.
Ja, en... Ik had echt op PC als ik jou was. Ik heb Armored Core bijvoorbeeld ook op de PC gespeeld. Ja, ik ook. Ja, draait hij ook goed op. Ik heb hier nu dus al zeker minder dan 45%, maar alsnog... Nog een R1'tje. Domme. Nog een R1'tje. R1. Ah. Hij heeft die helemaal niet nodig, man. Maar omdat Armored Core 6 is ook de eerste From Software game die op de PC ultrawide ondersteunt. Klopt, ja. En dat was voor mij de reden. Hij ook goed, hoor. En hij draait knijterhard, 120 fps. Waar de PS5 af en toe vanaf die 60 nog wel eens naar beneden wil gaan. Dus, maar vooral die omgevingen, die zien er echt goed uit op een ultrawide monitor, hoor. Ja. Ja, alles zag er super nice uit. Maar ik snap het niet, hè. Ik hoor dus nu van mensen van... die zeiden net, Mortal Kombat op de PC heeft bijvoorbeeld wel ultrawide ondersteuning. Ja. Ik heb ook Street Fighter 6 op de PC. Daar weer niet. Maar die doet dat niet? Nee, het is een moderne game. Waarom, hoe kan dat niet erin hebben, man? Ja. Het is sowieso... Is het... Oh. Ja, dat denk ik even expres. Sowieso is het wel iets van... Japanse developers. Omdat die toch iets minder... PC-minded zijn. Ja, Elden Ring had het ook niet. Nou, wat ik zeg, From Software deed nooit. Want ik heb al hun games ook op PC. Ja. Sekiro, Dark Souls, Remastered 2, Dark Souls 3. Ik heb alles met ultra-wide mods moeten spelen. Ja. Omdat het gewoon niet wordt ondersteund in de game zelf. En het is zo'n kleine moeite. Ja, daarom begrijp ik het ook niet. Trouwens, wie er als eerste dood is, Koos. Die Gaylord, hè? Dat moet ook voor zijn verhaal, want hij gaat natuurlijk naar de hel. En daar krijgt hij zijn powers. Jelle, Jezus, man. Hij heeft zijn powers al. Kijk eens even. Zijn touwtje aan het gooien, hoor. Hij heeft een fucking flos touwtje. De Superior Ninja, die blijft over. Niet zo onzeker, jongens. Niet zo onzeker. Onzeker? Stelletje losers die naast me zitten. Gewoon alles verloren. Ik snap waar je op inzet, maar het is geen geloofwaardige kaart die je speelt. Er gaat gewoon niemand als eerste. Niemand is onzeker. Niemand is op camera. God. Wat is op camera? Dat ik jullie ass heb gewoopt. Gewoopt. Is dit een prestatie waar je echt die zo hard wil claimen? Pats, ja. Is dit wat je... Ja. Kunnen we... Ik denk dat ik een gifje ga maken van Ghost's highlights. Gewoon dat hij op de grond zit en gewoon... Ja. Gewoon deze. Ik denk dat ik een TikTok ga maken waarin ik even al die vier overwinningen zo prachtig mooi achter elkaar zet. Ja. Ja, pijnlijk. Hier worden liederen over geschreven, Koos. Die gaat viral, echt. Dat weet ik zeker. Ja. Maar, ik ben blij dat die ultrawide ondersteuning, omdat ik al zeg, het is zo'n kleine moeite voor een developer of om dat er gewoon in te doen. Maar ja, Japanse developers zijn er toch wat minder mee bezig. Dus een Capcom ook. Het is gewoon insane. Want hoe heet het? Het is voor mij een USP om die game daar te halen. Maar... Nou, sterker nog, als Armored Core 6 dat niet had gehad, had ik de PlayStation versie. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Want er is niks kutters om achter je ultra-wide monitor op de PC te zitten en een PC-game in 16:9 te spelen. Daarvoor heb ik geen ultra-wide monitor. Dat werkt voor mij niet. Dus die ene. Ja, ik moet wel zeggen, ze hebben wel echt een hele mooie game neergezet hiermee, hoor. Ja. Het is misschien van de fighting games dit jaar de mooiste. Ik denk dat ik ook nog een mooie vind dan Tekken 8, Jelle. Ja. Ja. Het is wel vet inderdaad. Want normaal is het soort van. Natuurlijk het apartste stijltje meestal. Mortal Kombat. Na trouwens Street Fighter ook wel. Maar. Ik vind hem denk ik ook het mooiste, ja. Ja, Street Fighter heeft bij mij echt helemaal verbreid door die klote artstyle. Ja, ja, daarom. Die is nu gewoon echt niet nice. Ja, ik moet zeggen, het is mij achteraf ook meer gaan irriteren. Ja, ja, ik kan er gewoon niet mee overweg, man. En ik vind het zo jammer, want het speelt heerlijk. Ja, want weet je, ik bedoel, ik vind het vooral leuk om het hoogste niveau te zien. En weet je, Daigo en al die pro-gasten, die zitten er vol in. En het is notabene gewoon een Street Fighter waarin mijn character top tier is. Wie? Ken. Ja, die is wel heel live. Die is echt... Daigo speelt gewoon met Ken, niet met Ryu. Dus dat is best wel een ding.
Alleen, hij speelt met alles. Maar ja, hij is wel redelijk main Ken aan het zijn op het moment. Maar ik vind hem ook geweldig spelen, man, Ken. Oh, no. En tomorrow, en het is mijn character. En dan, weet je, reist hij naar de top. Niet dat hij in andere delen slecht was. Het is altijd een goede character. Maar hoe goed hij nu is. Alleen inderdaad, weet je, er zitten gewoon wat van die aankledingsdingen in. Die stiekem toch wel een beetje gaan irriteren. Ja. Het is de doodzonde. Als ze de stijl van 4 of 5 hadden gepakt, dan was ik helemaal. Dan was ik helemaal om. Grappig. Dit zijn de Young Cats nu, Raiden en Kung Lao. Oh shit. Was Kung Lao altijd oud? Ja, dat is altijd de sensei. En nu, of de Sifu. Ja, en nu oud was hij niet. Volgens mij ook. Het grijs haar. Nee, Kung Lao? Nee, man. Raiden bedoel ik. Ja, Raiden. Ik bedoel Raiden. Maar nu is Liu Kang heeft ook de fucking Lightning Eyes. Ja. Dus er is fucking... Ja, hij is nu de god. Ja, ja, ja. Er is geflipt. Ik vind het wel cool. Of your ability and character. Yes. Wie hangt daar? Scorpion. Jezus, het houdt jullie wel bezig, jongens. Daar gaan we hoor. De Reptile is nog niet geweest. Yep, achter de baas aan. Ik denk dat Reptile... Precies. Op number one en number two. Ja, bovenaan is number one toch of niet? Sure. Hè? Psych. Zijn ze goed? Ja, tuurlijk. Holy dangballs. Ik denk dat het heel goed is dat we hier een biertje bij hebben. Dit is niet dat je gewoon hier eentje thuis zit. Ik denk vooral eerst een hele plot twist. Eerst een hele dikke snaak dat je erbij moet hebben. Ik had dat net wel een beetje hoor. Ik had wel een kleine plot twist. Maar ik vind, ja, maar zo eentje, wat, Usual Suspects? Nee. Sixth Sense? Nee. Was dit gewoon, die zag ik niet aankomen? Gaming lore plot twist. Ja. En het is prima, want weet je, Mortal Kombat is altijd gewoon, weet je, je moet het niet te serieus nemen qua de setting. Nee, precies. Ik denk dat op een gegeven moment dus Liu Kang straks slecht wordt. Denk ik niet. Ik denk dat Madame Bao uiteindelijk de eindbaas is. Ik denk dat Madame Bao uiteindelijk de eindbaas is. Jelle, welke chips vind je het lekkerst? Laat mij antwoorden voor je. Dat is of Brand Cheese Onion. Dat is een van mijn favorieten. Of Brand Cheese Onion. Ja, ja. Ik vind lezen het minst lekker, want die heeft te veel cream. Nee, ik vind denk ik Ringlings het lekkerst. Funyuns. Dirtbag. Yes, for sure. Hetzelfde als mensen die kaas Cheetos eten. Doe even normaal. Ja, dat vind ik ook niet nice. That's too much. Kroki Bolognese, met jullie kan ik praten. Kroki Bolognese, dat is bestaat dat nog? Ja, zeker. Zeker. Johnny Cage. Doritos als je alleen bent en Lay's als je een date of bezoek hebt. Jullie hebben hier veel te veel over nagedacht. Die snap ik ook nog niet helemaal hoor. Iedereen. Omdat je uit zijn bek stinkt. Ik vind niet dat je, hoe heet het? Hij is gewoon Indiana Jones hier. Oh, is hij Indy? Inderdaad. Het is letterlijk Indy. Hij speelt Indiana Jones, denk ik. Ja. Ja. Ja, maar hij was letterlijk Jean-Claude Van Damme. Ja. Dus weet je, dit is wat ze doen. Ze spelen ik vind het leuk. Archetypes. Ik vind het ook heel maar cool. Ik ben het wel mee eens. Je moet niet een beslissing voor chips moet je overhaasten. Daar denk jij weer te makkelijk over. Maar ik begrijp niet wat je precies bedoelt. Stinky Breath. Ja, als ze dat niet kunnen hebben. Als ze niet houden van een lekkere chips uit je bek. Ja, get the fuck out. Ja, maar ze moeten iedereen eet toch mee? Ja, dat. Ja. Dan heb je er geen last van. Wow. That's pretty cool. Ja. Wie is Bambo ernaast? Dan Aykroyd. Ja, precies. Zoiets. Dit is wel heel weird. Ik heb zin in een goede Indiana Jones film, man. Ja, er zijn er. 3. Ja. I know. Maar een nieuwe bedoelde ik maar. Ja. Maar Disney... I know. Dit is niet de tijd waarin we leven, Koos. I know. Ik moet wel zeggen... Ja. Ik hou graag de haat vast. Maar de Dial Diarrhea was minder kut dan ik had gedacht. Zeker. Oh, zo.
Ja, ja. Nou, dat is absoluut minder kut dan de Crystal Skulls. Ik vind ze allebei vrijwel hetzelfde. Nee, dat einde van... Ja, daar valt het helemaal in elkaar. Ja, dat is niet te doen. Nee. Nee, maar dan is het... Dat is geen Indiana Jones. Ik vind het einde van The Dial of Destiny ook niet heel slecht. Nee, maar het was veel minder extreem over de top kut dan Crystal Skull. Wat heb je tegen Aliens? Het was zo cartoon. Maar de hele shot ook. Weet je, niks eraan. Sowieso, die niks hele eraan film was, ziet eruit als een cartoon. Niks eraan was Indiana Jones. Zeg maar, die hele film van The Kingdom of the Crystal Skull lijkt opgenomen te zijn in Warner Brothers Movie Park, ja, of de Indiana Jones. Maar dat had ik ook met The Dial of Diarrhea en heel Star Wars tegenwoordig. Maar ja. The Dial of Diarrhea had ook die hele openingsscène. En weet je, alles aan die oude films, en maar dat sowieso films uit die tijd, maar greenscreen kan gewoon niet in dat soort films. Nee, precies. Want het oogt gewoon niet cool. Het is echt wel gewoon de Temple of Doom shit. Wie is die character die er tegenover zit? Die er zit nu? Kijk, de Morven Ringling. Dit is gewoon een filmset. Nu heb ik trek. Dat is niet just any metal. It's liquid mercury. Shit, that stuff's toxic. Fatal. Het is zo goed slecht gemaakt. Ja, ik vind het wel funny, joh. Nee, dat snap ik. Ben alleen een soort van benieuwd waar het zo meteen. Want dit is nu, hij speelt nu in een film. Of is dit. Dit is een film. Reality. Nee, dit is op een set. 100%. Ja, denk je dat? Ja, in deze game of in een set? Ik weet niet. Want we gaan straks wel. Hij is een acteur en hij ziet eruit als Indiana Jones. Ja, wat denk je? Ja, fair. Kijk, Peepsqueak die gaat zo dood. Dat hoop ik eigenlijk stiekem wel. Ja, ik wou zeggen, fingers crossed. ik wil zijn hele flesh zien melten. Ja. Op zijn minst. Ja. En dan pakt hij het zo en dan heeft hij een spleen van. Maar dan in de film? Of dat er echt iets misgaat op de set? Ik ben oké met beide. Fair. Het is geen korte cutscene trouwens. Nee, het is een helemaal geen korte cutscene. We zitten al even. Harpies. Hier komt denk ik Megan Fox character. Die zien er ongeveer zo uit namelijk. Hey, Kalima. Temple of Doom. Echt? Ja. Nou, there you go. Hij ziet er ook wel een beetje uit als Harrison Ford zo hoor. Een jonge Harrison Ford. Hij lijkt er meer op dan Harrison Ford in de Dial of Diarrhea als jonge Harrison Ford. There we go. Kalima. Oh. Whip her! Kom op! Oké, even kijken. Wacht. What's happening? De ballbuster. De ballbuster, ja, die deed ik net al. Puncher in the cunt. Ah, daar ben je nu tot aan je pols bij je weg, hoor. Wacht even. Oh, wacht. Die? Babab, oké. Shadow kick. Hey. Shadow kick. Kom op. Ja, dat is niet een hele impressive move, kan ik u vertellen. Het shadow kick. Maar dan doen we deze. Oh. Ja, dat is heel impressive. Cool. Ja, dat doet iets cools. Hey, anytime you're ready to punch her in the cunt, zijn wij er helemaal klaar voor. Ja, ik probeer. Kan ik je vertellen. Maar ik denk dat ik... Achter en naar beneden. Oh, wacht, dat is het. Ja, het is die. Nee, het is die. Jappa. Ja! Alleen nu nog raak. Pussy slap. Right in the vagina. Nee, dit is niet Megan Fox. Maar Megan Fox character ziet er ook... Ben ik nou de hele tijd aan het taunten met haar? Ja. Kijk nou, Adam komt ook hier eventjes... Kom, nog een keer. Wat doet hij nou? Wat stokt het de hele tijd nou in zijn bek? En wat is dit voor... Nee, hij is een vuist inderdaad. Hey. Hey. Je hebt hem wel bijna. Je hebt hem bijna. Kom, doe het. Doe het. Ik ga het even proberen. Ik wil even finishen met die pussy slap. Whip haar. Oh, wat is dit? Ja, nu is het ook weer gespiegeld. Hè? Dus dan, hey, dit was hem wel. In de bos. Ja, het begint steeds beter te worden hier. Ik snap dus alleen niet wat die move is met het eten van die appel. Hij is gaan eten van die appel. Hij slaat op zijn kind. Ja. Nee, maar why? Ik heb nog nergens een tandknop. Ja, waar komt die appel vandaan? Nou ja, ik zie geen appel of wat dan ook. Niks heeft hier met een appel te maken. En ik zie ineens allemaal dingetjes hieronder. Godverdomme, man. Oh, dat is een parry wat je aan het doen bent op dat moment.
Oh, die was lijp. Die was heel vet, Adam. Lekker, Adam. Waarom kunnen we Adam niet spelen in deze game? Wat was die? Zo, jij was toch fan van Johnny Cage? Ja, natuurlijk, maar... Ja, oh, dat is gewoon die shit. De hele tijd al. Hier, dan ga ik gewoon zo langs. En ja, nog een keer. Ja. Oké, nog een keer. Oh, ja. Deed ze dat zelf? Ik weet niet, ze liep Did tegen je aan. Did she hurt herself? Ja, ze liep tegen je aan of zo. Weet ik veel. Het ziet eruit alsof Jelle aan buttermash is. Nee. Joh. Nee. Ik ben echt fucking hier de meest real fucking combo's aan het doen. Alleen haar kan ze nog niet. Physics for the win. Let's go. Kut Iron Monkey. Sukkel. Ja, ik vond het ook niet heel cool van Iron Monkey. Nee. Dat zeg je toch niet. Tegen je idolen. Tegen je idolen? Daar gaat Adam. Ah, oh, hè. Ah, oh, ja. Ja. Ik had meer gewild. Oh, klein duimpje. I'll be back. Hey, beste. Goedemiddag, jongen. Precies, dat was een goede indie quote. Welke? Het belangt in de museum, ja. Yeah. Yeah. Oh, ja. Yeah. Al was het hier niet echt helemaal in de context van de Indiana Jones film. Oh, ik heb natuurlijk geen Adam meer. Ho, even normaal, maat. Nee, maar jij kan het wel. Ik zie je. Ga ik die taunt weer doen? Ik weet niet wat die taunt is, maar niet zeggen bloedirritant. Bloedirritant? Nee, hij is te gefocust. Maar het is wel kut dat je moveset zo beperkt is op het begin. Ja. Ja, kijk, het is prima als je gewoon even de hele flow van de basis aanvallen wilt leren kennen. Ja, maar als je fucking cutscenes van 45 minuten tussendoor moet kijken, je komt er niet echt in. Buttermash dead, Iron Monkey. Oh, crap, ik ben alweer begonnen. Wie is Iron Monkey? Die in de chat aan het zeggen is dat Jella een buttermash is. Fair enough. Dat vergeten we niet, maar dat heeft er toch niks mee te maken, sadist. Nee, want we net over Donnie Yen hadden. Oh ja, met Sakura. Maar ik wist dus nog niet helemaal of ik nou een vette film vond of dat ik het eigenlijk heel kut vond. Nou ja, weet je, helaas heb je daar met Donnie Yen tegenwoordig ook geen garantie Precies voor. Precies dat. Wat vond je van John Wick, though? 3? Ja, hij was ook cool erin. 4, alweer. Ja. Ja. Oh ja, ik bedoel, die nieuwste. Het is voor mij gewoon ook, weet je, zondagmiddag en... Zeker. Whatever. Ik vind het niet heel clever of interessant, maar... Nee. Prima, oh, prima om te kijken. Weet je, Captain America. Gewoon Captain America, yep. Ja, ik wou net zeggen. En een Kung Lao. Zie? Zij toch? Ze zet... Ip Man is een hele vette, maar ik vind ze maar, ook 4 vet. De vraag is de Mattie nou ook echt dood of niet? Paul Verhoeven, kijk. Ik weet niet of ik Ip Man een modern classic vind. Nee? Ik wel. Maar het is gewoon omdat ik Wing Chun heeft gedaan dat ik het gewoon vet vind om te kijken allemaal. Ja. Just like the old days. Misschien is het geen classic, maar het is gewoon vet film. Vind je het niet vet? Onderhoud? Ja... Ja. Heel overtuigend, dit, Steve. Nee, maar ik vond hem niet. Ja. Maar Modern Classic is natuurlijk. Nee, je mag dat absoluut vinden. Maar voor mij was bijvoorbeeld inderdaad met Donnie Yen Iron Monkey. Was. Dat sowieso. Dat was voor mij een beetje. Is dat modern? Nee, is wel oud. 90? Ja, 90. Daarom. Maar dus. Nee, maar alles, ik zou misschien Crouching Tiger dus al een classic. Niet meer een modern classic. Really? Ja, dat denk ik. Wow. Dat denk ik. Oud worden is raar. Ja. Ja, nee, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Dat het niet zondagmiddag frikandellen niveau is. Het is geen John Wick. Nee. Maar. Maar dat is ook wel een beetje het tegenovergestelde, toch? Ja, het is meer dat. Misschien is dat ook deels een beetje
de hele moderne, of de actuele problematiek over het de Chinese martial arts. En hoe weird die hele wereld nu is. Omdat, weet je, het is een beetje het concept van hoe in de jaren 80 en 90 mensen wegkwamen met allemaal shit roepen. En dat we allemaal dachten dat dingen klopten. Zoals dat met je kung fu meesters echt wat voorstelden. En aikido en tai chi en al die shit wat was. En nu is er een tijd waarin dat nog steeds daar gevoelig ligt. En iets als Wing Chun en al die andere traditionele stijlen gewoon kapot worden gemaakt door MMA. Ja, door echt vechten. En dat daar een beetje tegenin wordt gegaan. En weet je, er zijn zoveel van die echte gevechten nu tussen tai chi meesters en aikido meesters en bullshido meesters die gewoon zo hard op hun bek worden geslagen. Zeker. Ja, zeker. Dat het ik snap het. Nee, maar het is jammer dat mensen er zo aan vasthouden daar. In plaats van gewoon zeggen van het is een mooie geschiedenis. Ja. En het is een mooie kunst. Is. Ja, het is een kunst. En kunst. Laten we het waarderen voor wat het is. Ja. En dan was het respectvol oud geworden. En nu wordt het gewoon hard. Ja, of je moet gewoon beter zijn. Your kung fu is weak. Ja, maar natuurlijk is Ombak sick. Dat is fucking Muay Thai. Dat is een modern classic. Ja, maar dat is Muay Thai. Ja, zeker. Het is een van de hardste echt werkende vechtsporten. Striking vechtsporten. Ja, dat is een modern classic. Ja. Kijk, deze guy gaan we even blind maken. Ja, maar Shaolin is meer dan een kunst. Alleen in een gevecht heb je er niks aan. Weet je, er is één Shaolin guy die veel gevechten heeft. En als hij in de ring staat, er is weinig Shaolin aan. Die is gewoon aan het kickboksen. Dat is een bekende Chinese guy. En die heeft een heleboel gevechten. Letterlijk, dat is bijna, Shaolin is een demonstratiesport bijna. Of een demonstratiekunst. Ik bedoel, Bruce Lee, die kwam uit Be Water, My Friend. Die kwam uit die hoek. En weet je, niks voor niks heeft hij zelf iets gemaakt wat lijkt op MMA. Nou ja, wat hij zei, gewoon vaste vormen werken niet. En dat dat is geen nieuwe move. Nee, maar, ik zeg, maar het is ook geen disrespect. Want luister, als er iemand al die Chinese geschiedenis en martial arts tof vindt, dan ben ik het wel. Het is alleen jammer dat er een deel van die community in China is die zich vast blijft houden aan het feit dat het echt werkt en dat ze die gasten in een echt gevecht allemaal aankunnen. Maar die training en de dingen die ze doen is super cool. Maar het heeft weinig te maken met je kunnen meten tegen getrainde MMA-vechters in een ring. Dat is gewoon niet slim. Zit je in de volgende film? Ja. Nee, dit is, dit is een huis. Het is een Malibu house. Maar hij wordt gewoon Hij heeft wel een Tony Stark huis, hoor. Iets kleiner, maar. Je hebt nu wel 3 sterren onderin. Ik weet niet wat je ermee kan. Ik ook niet. Het knippert. Ja, ik kan even proberen of ik een niks. Kijk, kennelijk kan je de volledige move list openen. Maar heeft hij net nog gedaan? Ja, oh ja, nee, ik weet niet of hij bedoelt. Kijk. Ja, kennelijk. Ja, okay. Oh, kijk, je speelt het. Maar deze is even te moeilijk. Of dat is dat trouwens allemaal hetzelfde. Back to the future, future. Oké, okay, dat is naar achter en één van de, of alle drie. Ik zou zeggen, omdat er komma's is, plusjes is tegelijkertijd. Ja, dus de eerste is naar achter en vierkantje. En daarna gewoon zonder iets en zonder een richting driehoekje rondje. Ah, oké. Dus je doet die breaking backhand. Ja, wacht even hoor. Tik, tik, tik. Naar achter met vierkantje en dan. Dat doet geen rol.
Eén special moves voor je balk. Daar even kijken. Ah, oké. Okay. Ik moet ook zeggen, die is zo irritant. Ik snap die dans. Daar snap ik echt heel weinig van. Oké, okay. Ballbuster. Oh, oeh. Daar wordt jouw bal gebast, vriend. Godverdomme. Niet doodgaan nu, hè? Ik wou net zeggen. Wow, wat is dat, jongens? Wat? Hoe luistert het uit? Ah, ja. Ik heb één app die respecteert mijn geluidsinstellingen niet. Kut. Dat hebben we ook met het alarm hier. Zit je in de bios? Zo, ja. Dat is echt niet normaal. En op een gegeven moment... Dat alarm blijft maar afgaan. En je kan er niet stilzetten, je kan niks doen. En op een gegeven moment, ik had mijn telefoon maar uitgeramd, bleef mijn horloge afgaan. Toen ben ik maar naar buiten gelopen. Ja, sorry. Het is echt verschrikkelijk. Ik moet wapjes. Ja, we kunnen ze afsluiten, toch? Ja, ik kan niet 5 minuten wachten, laat ik het zo zeggen. Heavy Soul Arrow. Onyx the Great. Goed gehoord. Vet. Ik hoorde niks. Ik was alleen maar tok, 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 tok. Aan het doen. Mijn clan won't follow me unless I prove that I can lead. That's why I need Cento. And that's Malibu's finest. Wie zal het zijn? It's a great story. Bullshit. But great. You should seriously consider becoming a screenwriter. Oh. Hey, gezellig. Johnny Cage. I am Liu Kang, protector of Earthrealm. What? May we enter? No. Nothing's being shot here tonight. Hij ziet Scorpion en denkt, fuck no, deze guy is een lame. Wat een lame fucking guy, zeg. Wat het, dat is het idiote tweelingbroertje van de twee. Ja. Die, en die guy, cool guy die kan er binnenkomen, maar zijn retarded zijn brother, die... Die kan echt niet. Geel? Met dat gele pak. Fuck ja. No. Bumblebee moet in de hoek buiten staan. Bumblebee mag buiten wachten. Kijk, precies, Onyx. Weer loopt het Sub-Zero even voor. Gewoon even. Het is geen toeval. Nee. Ze hebben allemaal wel dezelfde shape. Who are these people? Rip. Tell me, they're your scene partners. I also know of your struggles, Johnny Cage. I am here to offer you both a power. Yep. Dat heb ik gemist. Je hebt Scorpion insults gemist. Godverdomme. Verandert hij nu dan in Jean-Claude Van Damme? Nee, volgens mij was dat niet de Spider Pack. Nee, dat zat er denk ik wel in. Oh, ik zag trouwens net iemand die had echt al heel veel geresubbed. Ik zie nu Mr. Fancy Pants tanks. Ik zie nu David tanks. Maar ik zag net iemand met echt fucking 70 weken of zo. Het zou heel goed kunnen. Heb je daar getraind? Wie? Even kijken. Misschien ken je wel eens Charissa. Die was fucking goed met speren en gekke zwaarden en dolken. Nee, ken ik niet. Heb je de nieuwe Cyberpunk patch al gespeeld? Nee. Ik heb wel gisteren... Ik heb Cyberpunk gekocht op de PlayStation 4. Wat? Hij was €16. Waarom heb je dat gedaan? Dat ga ik je nu uitleggen. Jij denkt dat ik zomaar wat doe. Voor €16, inclusief zender, heb ik hem gekocht op de PlayStation 4. Waar de next-gen update bij in zit. En ook de 2.0 update natuurlijk. En je hebt nu cross-platform save. Via die CD Projekt Red launcher. Dus hoef je alleen in te loggen op je PlayStation en dan kan je gewoon de save game pakken van PC. Yes. Hoef ik niet de hele tijd de PC naar de woonkamer te slepen. Maar dan ga je hem op je PlayStation spelen. Allebei. Dus nogmaals. Allebei. Waarom zou je hem in godsnaam op de PlayStation 4 spelen als je een dikke game PC hebt omdat staan? Omdat ik in de woonkamer een dikke OLED TV heb staan met een vet geluidssysteem. Wat is er? Jij sleept de hele tijd je PC naar shit? Nee, ik speel gewoon achter de PC. Ja. Like a fucking grown-up. Maar nu ben ik een kind omdat ik me op mijn tv game? Ja. Je gaat toch niet weg achter je PC? Een OLED-scherm. Je speelt Cyberpunk op je PC. Ja. Met alle vette PC-shit. Ja. En dan denk je van...
Ik wil nu zo graag op mijn bank zitten dat ik Cyberpunk op de PS4 ga spelen. Het lijkt... Nee, op de PlayStation 5. Want ik heb de PlayStation 4 versie gekocht. Voor de PlayStation 5. Maar er zit een gratis Next Gen upgrade. Ja. Same still. Nee, same. Jawel, PlayStation 5. Nou nooit dat je liever je voetjes op tafel gooit, een surround-systeem aanzet, grote tv. Heerlijk, man. Ja, maar dat hangt van wat ik daarvoor moet inleveren af. Als ik, zeg maar, kan kiezen... Ik kan een... Maar ik lever niks in. Ik heb allebei. Je levert niks in. Als je, ik heb allebei. Als jij Cyberpunk op de PlayStation 5 speelt, lever je wat in, grafisch, ten opzichte van de PC. Ja, maar waar ik ieder moment weer terug kan gaan. Als ik geen zin maar je zegt, wat lever ik in? Ja. Dat lever je in. Het is oké, man. Ik heb inmiddels al meer dan 100 uur erin zitten. Ik ken de game wel. Oké. Okay. Ik heb al meer dan 100 drollen gegeten. Het is oké. Okay. Ik weet wat ik kan doen met de PlayStation 5 versie is geen drol. Hoe kom je daarbij? Nee, maar alleen omdat je er 100 uur in hebt zitten is geen... dat betekent niet dat je weet wat je aan het doen bent. Je zegt het als verantwoording. Wat bewijst dat? Dat je geen idee hebt hoe chill het kennelijk is om lekker op de bank te zitten gamen. Oh nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Het klinkt alsof je alsof dat een wereldvreemd fucking begrip voor je is. Oké, als we het weer heel even naar de realiteit terugbrengen. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Alleen Cyberpunk is echt zo'n game waarvan de PC-versie zoveel mooier is. Klopt. Dat ik... Je kan het ook op de bank spelen. Ja, dan moet ik de hele tijd alles van mijn PC loskoppelen uit de studio en naar mijn woonkamer brengen. Oh, en dat is gewoon gedoe. Daar heb ik niet altijd zin in. Hou je bek, man. Nee, maar dat snap ik. Ik heb ook echt nul zin om mijn PC los te koppelen. Maar ik heb zoiets van, ik zit prima achter mijn PC. Ja, ik had niet eens een probleem met het loskoppelen van de PC als dat het enige was. Maar elke keer als ik mijn PC loskoppel, zijn al mijn OBS settings. Oh nee, maar moet ik opnieuw gaan doen. Dat is heel kut. Ik ben helemaal aan boord. Want mijn PC gaat nergens naartoe. Die staat gewoon helemaal vast op zijn plek. En ik die gaat niet weg bij mijn monitor. Als ik eenmaal geüpgraded heb naar een OLED-monitor, dan ga ik hem nooit meer ergens anders zetten. Maar wat voor monitor heb je nu dan? Hetzelfde als jij, 34G en 850. Gewoon die LG? Ja. Ja, dat is een hele goeie, maar niet een OLED. Nee, het is geen OLED, maar ik heb ook een hele dikke OLED-tv staan, maar ik zit daar niet liever achter dan achter mijn ultra-wide PC. Ik wel, man. De kleuren zijn echt insane. Nee, hier hebben we die Shaolin shit waar we het net over hadden in de chat. Wel mooi. Ja, het is schitterend. Ja, dat is het gewoon. Maar het is super cool. Ja, dat is het. En weet je, ik hou ervan en ik heb er respect voor. Alleen je moet niet zeggen dat je met dit het kan winnen van iemand die 20 jaar Muay Thai heeft getraind. Of die beukt iedereen in de tyfus. Ja. Dat is ook volharding. Hè? Het is niet alleen skill. Het is ook gewoon hoe rough je bent. En het is een stijl. Muay Thai is rough. Maar dat is onderdeel... Van dingen, hè? Weet je, daar trouwens die handen. Jongens, jullie missen gewoon het feit dat je nu je hoed krijgt, man. Van dingetje ook. Kijk, had. Zie, het is misschien wel net te effectief. Klein hoedje. Klein hoedje. Maar ik ga hem wel zo afsluiten. Dat mag. Oké, okay, kan ook. Met z'n drieën ook gewoon hier. Kan namelijk ook niet heel veel langer blijven. Nee, en ik hoop dat alles dan geüpload is. Want ik moet er inderdaad, ik moet oefenen. Ik moet om 7 uur ergens zijn. Dus maar ik kan shit meenemen op een harde schijfje. Oh, trouwens, ik kan van de NAS aftrekken. Maar. Als erop staat, ja, fair. Hey, hij is er ook bij. Kenshi zit... heet die Kenshi? Die zit bij de good guys, vooralsnog. Ik wil het alleen maar voor de storyline gewoon al doorspelen. Echt, jij zit het hiervoor alsof het een telenovela is. En, Stellen. Maria! Maria! Ja, joh. Ik bedoel, ik vind het cool gedaan, maar ja, I couldn't care less. Man. Ik vind het vet. Het is zo, het is zo Amerikaans. Ja. Maar dat is het altijd al geweest. Ja, maar dat bedoel ik als een goed pluspunt, hè? Een positief iets. Maar zo Amerikaans pulp, het is super vet. Ja.
Waarom zien we het scherm niet meer, zegt Onyx. Ah, dat is een goeie. Nou ja, omdat wij in principe een beetje aan het afsluiten waren, denk ik. Dus dan kan ik ook gewoon deze wel lekker op start zetten. En dan ga ik hem gewoon afsluiten. Koos, gefeliciteerd met je miserabele overwinning. Met je false victory. Met je false victory. Your hollow victory. Vier keer gewonnen, 4-0. Hollow victory. Hollow victory. Ja. Weet je wat hollow is? Je skills in fucking Mortal Kombat 1. Hopelijk is dat doosje niet hollow, want die ga je dus morgen aan een van je miserabele fucking community members. Nee. Ik ga volgende week, de 30e, tijdens de community meetup. Okay. Ja, daar kan niemand hem winnen. Ik hoop dat je in de rest van je leven meer honor hebt. Nee. Dat zou ik jou vast verklappen. Heb ik niet. Ja, nee, fair enough. Thanks voor deze lesson. Graag gedaan. Thanks voor het kijken. En we zijn maandag live weer bij jullie terug. Van het weekend hebben we nog wat leuke items. Waaronder vaste nerd culture. En nog iets anders. Hele leuke nerd culture ook. Hele chill. Met weer een unboxing. Fuck. Met een unboxing. 1 uur en 3 kwartier schoon aan de haak. Dus fijn weekend allemaal. En tot snel. Alrighty. Later jongens, fijn weekend. Thanks for Mortal Kombat. Powering. Hardcore will never die.